wij kwamen elkaar onlangs tegen op een event georganiseerd door Vrij Links in Groningen. Ja. We waren allebei als sprekers uitgenodigd. En het event was getiteld Hoe vrij zijn de kunsten? En jij vertelde op het podium, je had een heel mooi, heel leuk gesprek. Het staat ook online trouwens, voor de mensen die dat willen checken. En dat gesprek ging eigenlijk, begon bij dat jij als interim directeur hebt gewerkt bij, en dan ga ik even zorgen dat ik het goed uitspreek, bij TFAF, de European Fine Arts Foundation. Dat, ja. En daar had je ook een heel verhaal over. Je kwam ook in zwaar weer daar terecht. En ik heb toen ook mijn praatje gehouden op het podium. En na afloop stonden we aan de bar. En dan raakten we eigenlijk nog een beetje aan het praten over al die onderwerpen. En daar zei hij iets. En dat is me echt meteen, dat vond ik meteen super interessant. Want we bespraken eigenlijk in de hele middag het hele culturele veld en de culturele stormen. En jij zei, een beetje zoals je dat zo aan het einde van zo'n event met een biertje zo aan de bar kan zeggen. Hè? Ja? Nou, maar uiteindelijk zal de wal het schip wel keren. Ja. En toen dacht ik van, dit is interessant. Hier wil ik eigenlijk alles van weten. Ja. En daarom ben ik teruggekomen. Ik dacht, we moeten hierover aan de praat. Maar ik weet nog niet precies hoe. Maar als we ergens de invulling kunnen geven aan hoe jij dat ziet. Hè? Hoe de wal het schip zal keren. Dat hoop ik eigenlijk te vinden. Jouw visie daarop. En voor we dat doen, voordat we de diepte in gaan, dacht ik misschien is het wel goed om eerst even gewoon bijna op een klassieke manier even zo die wie wat waar af te gaan. Of je iets kan vertellen over die situatie bij TFAF en wat je daar bracht. En gewoon even dat opfrissen, gewoon voor het gesprek. Voordat we naar de wal en naar het schip gaan. Ja, precies. Ja. Dus, De aanleiding dat ik was gevraagd bij die bijeenkomst over de kunst, en dat ging namelijk over de vraag van, zijn de kunsten nog wel vrij of laten ze zich helemaal intomen? Ik werd gevraagd omdat in de krant had gestaan dat ik bij TFAF werkte en op een gegeven moment weg moest vanwege tweets die ik had gestuurd. Ja. Dat was echt een storm in een glas water, zoals ik dat daar noemde. Dat had ook wel de aandacht getrokken van de organisatoren, want die dachten van, nou, daar moeten we eens even over praten. Hoe zit die kunstwereld in elkaar? Wat zijn nou de ervaringen? En toen hebben we het heel lang over het schip gehad, wat misschien wel wordt gekeerd door de wal, het schip van diversity, equality en inclusion, wat natuurlijk een heel duidelijk een stempel aan het drukken is op de hele wereld, maar zeker ook op de kunstwereld. Nou, daar gingen we tijdens de borrel nog weer fijn over door. En kun je iets vertellen over, dus wat er dan gebeurde met dat, misschien nog iets, kun je iets voor laten we zeggen, de kijkers van dit kanaal, over de volledigheid, even iets vertellen nog over hoe dat dan ging met die tweets die je stuurde en hoe je dan in zwaar weer terecht kwam. Ja, nou, wat er gebeurde is, ik had tweets gestuurd en die in de loop van de jaren, waar ik eigenlijk niet een verband had gelegd met het werk wat ik deed, die zijn op een gegeven moment opgepikt door een publicatie in Amerika. TFAF is een hele internationale beurs. Mensen in Nederland kennen het van de beurs in Maastricht. Er was ook een New Yorkse variant van TFAF, dus het is ook een heel belangrijk plek, ook voor Amerikaanse musea om te komen. Die tweets waren door een journalist bij elkaar gehaald en hadden de woede gewekt van een aantal, met name Amerikaanse musea. Hè, bijvoorbeeld zaken als, nee, de islam is niet feministisch. Of het is geen goede zaak als linkse activisten gemene zaak maken met jihadisten. Dingen die voor een deel ook te maken hebben met mijn persoonlijke achtergrond en de ervaring die ik heb gehad, waarvan ik dacht, nou ja, dat zijn uitspraken daar, ja, die doe je in een gesprek in de kroeg. En Twitter was en is eigenlijk nog steeds ook een beetje een plek waar je uitspraken doet en waar je in een soort van gesprek komt, met dat verschil dat ze natuurlijk gewoon vast worden gelegd en jaren nadien nog steeds kunnen worden bekeken. Nou, dat was aanleiding voor mijn vertrek bij TFAF. Dat was ook de aanleiding om mij uit te nodigen voor die bijeenkomst. Dus daar ben ik geweest. Is dat iets waar je van schrikt? Of is dat iets wat je ook een beetje van je af wil laten glijden? Of dat je kan denken van, nou, oh, zo werkt dat dus blijkbaar. Of heeft dat impact op je leven? Of hoe? Ja, antwoord A, B en C. Allemaal een beetje. He, dus het is ik schrik er wel van, want je denkt van, hè, wat heeft dit nou te maken met het werk wat ik doe? Als dat betekent dat ik niet optimaal op mijn plek ben, dan moet ik het ook van me af laten glijden. En natuurlijk ook de vraag van, wat betekent dat nou voor mij ook? En dat betekent dat je niet meer op de plek zit waar je een baan had. Dat is natuurlijk een verandering, maar
Hiervoor deed ik interim werk en advieswerk en dat doe ik nog steeds. Dus daar is het verschil niet zo heel groot in. Wat een heel belangrijk effect wel is, dat je bij jezelf gaat nadenken, maar ben ik nou gek? Snap ik nou bepaalde dingen niet? Wat is er nou precies gebeurd? Dat ik een van de opmerkingen was van ja, in die hele discussie, ben je niet voor diversiteit? Ben je niet voor gelijkheid? Ben je niet voor inclusie? En als je dat aan mij zou vragen, dan zou ik zeggen, ja, ik ben hartstikke voor diversiteit. Ik ben enorm voor gelijkheid en ik ben enorm voor inclusie. Alleen wat ik merkte is dat daar aan die begrippen op sommige plekken een hele specifieke betekenis wordt gegeven. En dat die plekken heel dominant zijn in wat nou algemeen acceptabel is. En als je op een andere manier aankijkt tegen diversiteit en gelijkheid en inclusie. Een manier waarvan ik nog steeds vind dat die hartstikke redelijk is. En die tot 5 jaar geleden eigenlijk ook een beetje de norm was. Ja, dat niet meer makkelijk wordt geaccepteerd. In sommige kringen dan. Ja, dat geeft natuurlijk ook wel aanleiding tot de vraag van, nou, moet ik mijn mening bijstellen? Moet ik beter me verdiepen in wat het betekent? Waar sta ik dan zelf nog? Die vragen doen zich dan natuurlijk ook allemaal voor. En heb je voor je gevoel grip gekregen op die vragen? Zo met de tijd? Heb je het idee dat je dat voor jezelf helder hebt gekregen? Van je zei zoiets van, zie ik het nou verkeerd? Of ja. Zie ik iets niet of zo? Heb je daar voor jezelf antwoord op? Ja, een beetje wel. Nee, ik was natuurlijk wel gedwongen om na te denken, wat betekent diversiteit dan voor mij? In mijn beleving, diversiteit is iets wat gaat over verschillende type mensen uit diverse achtergronden, maar niet per definitie beperkt tot de specifieke rangorde van slachtoffers en daders. En als je er wat meer in gaat verdiepen, dan kom je erachter dat in de DEI-handboeken juist wel gaat over een hele specifieke definitie van wat diversiteit is. Dat het altijd gaat over seksualiteit, het gaat altijd over gender, over ras, over beperking en over religieuze overtuiging. En niet over heel veel andere vormen van diversiteit die er ook zijn. Dus het begrip wordt vrij sterk toegespitst. En daar kan je op verschillende manieren naar kijken. En dan vinden dat jij erg voor diversiteit bent, terwijl andere mensen ervan overtuigd zijn dat jij helemaal niet voor diversiteit bent. Ja. Het gaat niet om een meningendiversiteit. Het gaat om de diversiteit van een achtergrond. En die achtergrond is ook iets gebeiteld. Ja, want het gaat heel specifiek over bepaalde groepen. En het gaat over een indeling in slachtoffers en daders. Ja. En dat geeft dan meteen weer spanning. Want je kunt je afvragen van, zijn mensen altijd slachtoffer of zijn ze altijd dader? Of kunnen ze zowel slachtoffer als dader zijn? En dat zie je bij Amerikaanse universiteiten, zie je dat heel sterk terug bij de groep Aziatische studenten. Ja. Aziatische studenten, die komen vaak ook uit een familieachtergrond waar de ouders hartstikke arm waren toen ze naar de Verenigde Staten kwamen. Als ik het even toespits op de VS, waar dat hele DEI ontstaan is. Straatarm waren en eigenlijk in een enorme achterstandspositie zaten. Maar ondertussen zo'n positie hebben verworven dat als je geen maatregelen zou nemen voor die diversiteit, dan zou er een enorme oververtegenwoordiging zijn van Aziatische studenten op Amerikaanse universiteiten. En dat die dus worden gezien als de daders en niet als de slachtoffers. Ja. Nou, dat zijn dingen waarvan je denkt van, maar hey, is er dan iets mis mee dat jij je hebt opgewerkt uit armoedige omstandigheden, dat je ouders krom hebben gelegen om jou een studie te kunnen geven, en dat je dan vervolgens te horen krijgt van, ja, maar we hebben al te veel mensen van jouw categorie hebben we al binnen. Dus we moeten dat afremmen. We moeten andere achterstandsgroepen gaan bevorderen. Dan heb je het begrip diversiteit wel behoorlijk ingesnoerd, en in mijn ogen niet per se op de beste manier. Ja, ik zag toevallig deze week een quote van Oscar Wilde. En die had het over de kunsten. En die had het daar ook over diversiteit. En hij zei van, diversiteit is dat ik mijn kunstwerk maak en dat iedereen daar alles van mag vinden. Ja. Dat is diversiteit. Ja. Dat vond ik, ja, hij zegt het gevatter en eloquenter dan dat ik het nu kan reproduceren uit mijn hoofd. Maar dat is wel de strekking. Dat het feit dat je dat ene Oscar Wilde is natuurlijk ook best een controversiële kunstenaar. Homoseksueel in de tijd dat niet mocht. Dat verboden strafbaar was. Ja. En ook wat hem ook duur is komen te staan.
En dat hij dan, zeg maar, juist een pleitbezorger is van die hele, laten we zeggen, die radicaal vrije hardcore kunst. Zo, dit is het kunstwerk. En iedereen mag erop schieten van zijn of haar. En dat de diversiteit is. Dat vond ik wel een hele mooie reminder of zo. Van dat je denkt van, oh, dat is eigenlijk echt wel veel meer diversiteit zoals ik het zelf in mijn hoofd heb zitten. En dat is inderdaad precies niet de diversiteit die wordt bedoeld met de DEI. Want daar gaat het juist over. Wat moet je doen om een veilige omgeving te creëren voor deze heel specifiek gedefinieerde slachtoffergroepen? Ja. En dan kom je dus ook op verboden uit van wat je niet mag zeggen en wat je wel mag zeggen. En als het gaat over gender, mag je dan niet al te hard roepen dat er misschien ook wel biologische seksen bestaan. En dan kom je al heel snel, en dat zie je op de universiteiten in Amerika, maar helaas hier ook, zie je dat terug, dat bepaalde opvattingen echt buiten de orde worden geplaatst. Opvattingen die soms niks meer dan redelijk zijn. En dat die heel sterk beperken waar het wel en waar het niet over mag gaan. En welke opvattingen je mag hebben. En dat heb ik in Groningen ook nog iets over gezegd. Dat kan tot gevolg hebben. En dat universiteiten zich in rap tempo aan het ontwikkelen zijn tot de minst academische plekken ter wereld. En culturele instellingen tot de minst creatieve. Ja. Dat is wel een mooie provocatieve uitspraak. Misschien kun je daar iets op iets van uitwerking aan geven. Hoe zou je dat onderbouwen? Nou, stel dat ik kritisch zou zijn en niet zou fronten. Stel nou dat je kritisch zou zijn. Ik zal mijn eigen vraag formuleren. Maar niet op deze gedachte, want ik ben het helemaal met je eens. Maar ik ben benieuwd hoe je hem zou onderbouwen. Nou, je merkt het aan verschillende onderwerpen. Dus doen zich, die slachtoffer, er zijn 5 slachtoffergroepen. Die komen dan op allerlei plekken terug. In Schotland hebben ze die haatwet ingevoerd per 1 april. Die benoemt expliciet deze 5 groepen. En benoemt heel sterk van als daar dingen worden gezegd die tegen de ideeën van deze, die als beledigend zouden kunnen worden opgevat. Of als bedreigend voor de identiteit en de veiligheid. En dan moet daar eigenlijk tegen worden opgetreden. Maar dat betekent ook dat je als academicus niet altijd de vrijheid meer hebt om ergens iets van te vinden of laat staan ergens kritiek op te hebben of het af te wijzen. Ja. En in het genderdebat, daar is het misschien het allerhelderst duidelijk. Hè, want daar gaat het over, wat is het verschil tussen seks en gender? Dat is dan één ding, maar ook de consequenties die eraan verbonden worden. Wat betekent het nou als iemand van overtuigd is dat hij een ander gender heeft dan wat die seksen weergeeft? En wat voor zorg hebben die nodig? En dan heel specifiek is het meest scherpe debat gaat over de vraag, wat moet je dan doen bij minderjarige kinderen die dat idee hebben? En daar kan je natuurlijk van alles nog wat van vinden. In Nederland hebben we het Dutch Protocol uitgevonden. Hier in Amsterdam. Bij het Academisch Medisch Centrum. Waar een genderkliniek is. En die hebben een heel protocol gemaakt. Van als je bij jonge kinderen het vermoeden hebt. Dat er misschien wel een verschil bestaat tussen gender en seksen. Dan is het eerste wat je doet is hormoonblokkers geven. Waardoor kinderen, als je een jongetje bent en je wilt misschien wel een meisje zijn. Ja, als je dan heel snel begint met hormoonblokkers, dan ontwikkel je niet die mannelijke kenmerken die je natuurlijkerwijs anders wel zou hebben gekregen. En dan kom je op de vraag, is dit nou wel medisch verantwoord? Wat betekent het nou als je bij een minderjarig kind de natuurlijke groei plotseling stopt? Ik las van de week zelfs al ergens, ik weet niet. Waarschijnlijk, het was op Twitter, dus ik weet niet wat de bron is geweest. Wel, ik zag het echt heel vlug voorbij komen. Maar iemand die beweerde dat je eigenlijk op het foetusniveau al genderdysforie kan waarnemen. Ja. Dus dat je eigenlijk al die operatie kan doen, zeg maar, als de baby nog in de buik zit. En daar werd eigenlijk een lans voor gebroken. Dus dan zie je al hoe vergevorderd sommige denkers zijn in deze realm. Hè? Ja, dat is, kijk, het lastige is voor dit soort van dingen is dat het nauwelijks meer te onderscheiden is wat de parodie is en wat het origineel. Ja, het zou best wel een parodie-account kunnen zijn geweest. Maar het is zeker niet uitgesloten, want als je het hebt over gender en hoeveel genders er zijn. Hè? Dus volgens sommigen zijn het er 2. Maar er zijn ook wel mensen die zeggen 20 of 25 of 40 of oneindig. Ja, en als je het helemaal gaat openbreken, dan is het oneindig. En dan krijg je dus ook, zowel als parodie, als in het echt, dat mensen zeggen, als ik me nou wil identificeren als pinguïn. Of als ik me nou wil identificeren als zwart.
En dan wordt het meteen heel ingewikkeld. Dan raak je aan andere elementen van de DEI. Want dan, ja. dan zeggen mensen, ja, dat is cultural appropriation, dat mag niet. Hè? Ja, het laatste wat je zegt is eigenlijk, vind ik het meest virtuoos aangetoond door James Lindsay van New Discourses, die jullie vast wel kennen. En hij heeft 1 aflevering besteed aan die vraag. En die vraag luidt, waarom mag je wel transgender zijn, maar niet transras? Yeah. En dat is natuurlijk een gekke vraag of een paradox. En die vraag alleen al legt naar mijn idee gewoon meteen het probleem op tafel. Ja. Je hoort meteen al mensen denken van nee, natuurlijk mag je niet transgras zijn. Ja. Maar waarom niet? Want het is dezelfde doctrine, het zijn dezelfde spelregels. Ja. Het communicerende vat is dat ze beide als antagonist de witte man nemen als een soort default setting. Als je witte heteroseksuele een man bent, dat is zeg maar de vijand van wat je wil zijn. Ja. En wat je wil zijn is iemand op het LGBTQ+ spectrum of iemand met een niet witte huidskleur. Dat is eigenlijk, dus ze delen hun vijand. En maar als je zegt van, nou, maar ik stel ik zou zeggen van nu van, ja, maar ik wil vrouw worden, ik wil trans zijn, dan plaatst me dat onmiddellijk in dat spectrum bij de slachtoffers. Ja. Maar ik mag niet zeggen van, ja, maar dan wil ik eigenlijk wel liever gewoon zwart zijn. Want dat zou dezelfde mededeling zijn. Arjan Edeveen heeft daar 20 jaar geleden een fantastische uitzending over gemaakt in die serie 30 minuten. Klopt, ja. Die sowieso een briljante serie is. Ja. Waarin dus, dan speelt hij een Groningse boer. Klopt, ja. Die dan tot de overtuiging gekomen is dat hij eigenlijk Maasai is. Nou, ja. Die uitzending zou de VPRO never nooit durven te herhalen in deze tijd. Maar dat geeft het wel heel goed weer. En dat geeft ook wel weer het dilemma aan. Hè. Het ideologie van transgenderisme is dat het een innerlijke overtuiging is. Maar er zit ook nog een ander punt aan vast. Dat het een sociaal construct is. En dat je ook nog weer eigenlijk wel toestemming nodig hebt van een orgaan. En wat dat dan zou moeten zijn, dat moet zich dan nog vormen. Dat bepaalt welke innerlijke overtuigingen acceptabel zijn. En misschien ook wel ze moeten worden toegejuicht. Welke niet acceptabel zijn en welke absoluut moeten worden afgewezen. En de gevolgen daarvan zijn natuurlijk heel reëel. Want op het moment dat jij kinderen hormoonblokkers geeft. En je hebt dus ook dan het idee van ja, maar dat is een pauzeknop. Dat heeft helemaal geen gevolg. Ja, dan kom je wel op, ja, dan kunnen natuurlijk iedereen met een beetje verstand kan bedenken dat net iets meer is dan een pauzeknop die je indrukt. En dat daar, je hoeft echt geen medicus te wezen om te zien dat daar gevaren aan kunnen zitten. Dat je dat heel stevig moet gaan onderzoeken. En je vroeg me naar van, hoe zie je nou in de academische wereld wat hier aan de hand is? Is dat Zembla had hier een uitzending over gedaan, over dat Dutch protocol. Wat grote navolging had gekregen in de hele wereld. Op allerlei plekken, naar de westerse wereld dan. Overal instituten die de Dutch protocol gingen toepassen. Overal komt men daarop terug, omdat ze erachter komen dat er grote nadelen aan zitten. Terwijl de voordelen niet zo groot zijn als ze wel werden geschetst. Zij wilden dan kijken, wat vinden academici daar dan van? En is de methodologie waarmee wordt aangetoond dat het zou worden aangetoond dat het daadwerkelijk goed is, deugt die wel? Ze hadden een methodoloog gevonden van de Universiteit van Utrecht. En die had dan een mailtje gekregen, geloof ik van de PR-afdeling, van ja, zeg hier maar niks over, want dit ligt te gevoelig. Ja. En dan heb je een probleem. Want dit is iets wat je echt objectief kan onderzoeken. Je kan kijken, helpt het ook? Is dit nou zo? Is er ook daadwerkelijk sprake van genderdysforie? En is het zo dat als je deze groep behandelt, dat je kunt zien dat als je ze transhormonen geeft, of je geeft ze eerst hormoonblokkers en daarna crosshormonen en daarna misschien ook wel een operatie, helpt dat bij het geestelijk welzijn? En je kunt volgen wat voor effecten heeft het dan? Welke ziekten komen voor? Nou, ondertussen weten we ook, en dat is vrij recent ook verschenen, dat puberteitsremmers, als je dat bij jongens doet die meisje willen worden, dat het tot een verstening van de zaadballen leidt en dat weer een grotere kans geeft op kanker. Dus dat er echt ook wel goede redenen zijn om te twijfelen aan hoe onschuldig die ingreep is. Als je dat debat niet mag voeren,
als dat per definitie als transfoob wordt beschouwd en dus verkeerd en dus moet worden onderdrukt, ja, dan betekent het dat je als universiteit niet meer jouw primaire taak serieus neemt. Ja, en dus dit is ook wat je net zei, hè? Dus dan kan de universiteit niet meer een universiteit zijn en de kunsten kunnen ook niet meer de kunsten zijn. Dus eigenlijk zowel wat ik altijd goed vind om een oud-docent zei dat een keer tegen mij en dat heb ik altijd op die manier sindsdien gezien, dat de wetenschap en de kunsten eigenlijk een bepaalde overlap hebben. Ja. Namelijk dat ze allebei in de progressieve hoek van de samenleving opereren. Dus ja. Het is eigenlijk daarom dat ook heel veel kunstenaars en wetenschappers links progressief zijn. Omdat je de nadruk ligt naar mijn idee op het progressieve daarvan. Op dat je eigenlijk altijd bezig bent op een radicale, vernieuwende manier. Op basis van toetsing en voortschrijdend inzicht. Je kunst te modereren en je samenleving te modereren en je onderzoek te doen. Ja. En dus wat je allemaal zegt van, eigenlijk staat nog los van wat je er allemaal zelf van vindt. Ja. De een zal hartstochtelijk betrokken zijn bij kinderen met die lichaamsdysforie. Misschien mensen die zelf die dysforie hebben, die hartstochtelijke betrokkenheid voelen. En de ander kan misschien weer vanuit meer traditionele waarden sceptisch zijn. Nou, ik ken ook iemand die ik regelmatig spreek, wiens zoon lichaamsdysforie heeft en in transitie wil. En daar heeft hij heel veel moeite mee. En hij komt dan weer met die verhalen van ja, hoe dat ontwrichtend is voor het gezin. Dus er zijn natuurlijk allerlei manieren om erover te denken. De crux is dat zodra je als samenleving niet meer daar open over mag praten en dat debat kan hebben en zeg maar in een soort Darwinisme van ideeën, hart tegen hart, dit of dat. Maar in plaats daarvan is er wat men dan cancelcultuur noemt, waar we dus in Groningen op de bijeenkomst veel over hebben gehad. Ja. Dan dat is een symptoom van een verschuiving in het publieke domein, waarbij die belangrijke onderwerpen met grote gevolgen niet meer open besproken kunnen worden. En dat is volgens mij wat je ook bedoelt, toch? Dat is een teken aan de wand van iets wat aan het verschuiven is. En dat is trouwens ook wat je dan ziet als je zelf ineens een functie krijgt op een belangrijke culturele maatschappelijke plek. En je zegt iets wat in het verkeerde keelgat schiet. Dat je dan dat dan de straf ontslag is eigenlijk. Ja, ja. Wat jou ook dan is overkomen, wat eigenlijk dan ook een teken aan de wand is. Ik denk van, wat, ik was gewoon aan het twitteren en nou mag ik niet meer naar binnen. Of wat, precies wat je zegt, het gaat over dat überhaupt het debat kan worden gevoerd. En dat je bepaalde ideeën überhaupt mag noemen. Zonder dat je misschien die ideeën zelf volledig onderschrijft, maar dat je vindt dat het wel binnen, dat heet dan het Overton window, geloof ik, dat je wat dan nog überhaupt bespreekbaar zou mogen zijn. En bij gender is het zo duidelijk, omdat je ook kan zien als je uit betrokkenheid bij het onderwerp te ver gaat en een zekere bedrijfsblindheid ontwikkelt, dan kan dat ongelooflijk schadelijk zijn. En ik ben ook bang dat dat het geval zou zijn. Ik hoop ook dat het de toezichthouders en de bestuurders van het Amsterdamse Universitair Medisch Centrum ook hele goede verzekering hebben. Want het zou mij niks verbazen als er gewoon heel veel gevallen naar buiten zullen komen, waarbij mensen achteraf zullen zeggen, ja, ik ben verkeerd voorgelicht. Ik was 14 en ik ben op een pad geleid wat ik eigenlijk helemaal niet wilde. En het gevolg is dat ik nou voor de rest van mijn leven verminkt ben. Want als je tot in het verste doorvoert, die puberteitsremmers zijn al erg. Die crosshormonen kunnen heel schadelijk zijn. Nou, die operaties, daar hoeven we natuurlijk niet langer over na te denken hoe kwalijk die zijn als jij 3 jaar later, 4 jaar later, 10 jaar later tot de conclusie komt dat het misschien toch niet zo'n goed idee was. En dat je die beslissing hebt genomen toen je nog minderjarig was. Ja, ik heb ook wel, je hebt nu ook al steeds vaker van die lange interviews met mensen die, in Amerika worden dat detransitioners genoemd. Mensen die het terug willen. Ja. Als je die mensen aan het woord laat, nou, het is ook meteen lastig, want heel veel van die transitioners komen ook weer heel controversieel in de subcultuur, hè? Dus mensen in de LGBTQ
realm vinden het natuurlijk niet leuk dat er verraad wordt gepleegd in hun gelederen. Dus die worden ook heel erg onder druk gezet. Maar die interviews die dan naar buiten komen, dan hoor je ook dat zijn dan kinderen of misschien begin volwassenen, die dan zeggen van ja, toen ik in transitie ging, toen had ik nog helemaal geen seksuele ervaring gehad. Dus die weten ook helemaal niet waar ze het over hebben. Die worden eigenlijk al op een pad, op een lopende band gezet richting iets waar ze helemaal niet weten überhaupt wat resultaat daarvan gaat zijn. Dus dat is één. En twee is dat ik van de week kwam er ook een studie uit nota bene Nederland voorbij. Waarin ook werd gezegd dat is een studie van 15 jaar geloof ik. Waar werd aangetoond dat heel veel kinderen inderdaad in hun puberteit die fantasie hebben, dat ze geen jongen maar meisje, of geen meisje maar jongen willen zijn, of die gedachten hebben, en die kunnen ook heel dingen worden, maar de meeste groeien daar ook weer overheen. Ja. Dus dat is ook weer iets waar heel weinig rekening mee wordt gehouden. Je is van, jij bent dit, oké, dan moet je die lopende band. Ja. En je gaat echt wel een proces in, want je moet je voorstellen wat er gebeurt. Je denkt van, nou, ik ben niet helemaal tevreden. En dat kan allerlei redenen zijn. Nou, dat is natuurlijk, überhaupt puberteit is natuurlijk al een belangrijke reden voor ontevredenheid, want er veranderen dingen die je misschien wel helemaal niet wil. Dan kom je op een pad terecht, dan ga je naar een kliniek toe, dan kom je bij een hele aardige dokter die je gaat zeggen, nou, dan zou het best eens kunnen zijn dat je dysforie hebt. Je hoeft nog geen beslissing te nemen, maar we kunnen je eventueel, als je dat zo wil, moet je het wel zelf willen, tegen een 14-jarige, dan zetten we je op puberteitsblokkers. Ja. En tegen die ouders zeggen ze dan, als ze al met de ouders praten, want daar is natuurlijk ook een grote beweging van, we willen überhaupt niet dat de ouders nog een beslissing mogen nemen hierover. Ja. Je mag het helemaal zelf weten, ga je op puberteitsblokkers. Het is gewoon een pauzeknop. Het is niks meer. We zetten het op pauze. Dan heb je alle tijd om na te denken. Niks aan de hand. Dan krijg je elke 2 weken een enorme injectie die heel pijnlijk is. En iedereen leeft met je mee. Je wordt vreselijk in de watten gelegd als je er bent. Van het is zo erg voor je dat dit allemaal zo is. Dan na 2 jaar komt de vraag. Ja, nu hebben we de pauzeknop ingedrukt gehouden een tijdje. Wat gaan we nu doen? Dan moet je best wel stevig in je schoenen staan om te zeggen tegen die aardige dokter en die verplegers en iedereen die je daar geholpen heeft. Nou, ik vond het eigenlijk maar niks deze 2 jaar. En ik wil eigenlijk ook gewoon een jongetje weer worden. Dan is de kans dat je zegt, dan maar nu de crosshormonen. Dan ben je 16. Dus je lichaam is al veranderd, hè? Want ten opzichte van andere leeftijdsgenoten, wat je dan misschien in de kleedkamer merkt of zo, hè? Dat je denkt van, oh verrek, ik heb geen borsthaar, ik heb geen haren op mijn armen of zo, mijn stem is niet laag. Dat maakt je al anders. En dat anders zijn is misschien al 2 jaar lang heb je hele pijnlijke injecties gehad. En we weten natuurlijk alles, de economen noemen dat de sunk cost fallacy, waar het bij bedrijven ook altijd misgaan. Waarom gaan IT-projecten mis? Omdat bedrijven 2 jaar lang geld hebben gestopt om een IT-systeem te maken. Na 2 jaar werkt het nog niet. En in plaats van te denken, weet je wat, het is allemaal onzin. We beginnen helemaal opnieuw. We gaan iets heel anders doen. In plaats daarvan gaan ze nog 5 jaar lang extra geld stoppen in een project wat reddeloos verloren was vanaf het moment. Maar het idee dat je dat kan loslaten is heel ver weg. En voor iemand van 16 die nog niet mag... Je mag geen alcohol drinken, mag nog geen seks hebben met meerderjarigen, mag nog niet stemmen. Die zou dan de beslissing kunnen nemen. Nou, weet je wat, ga nu maar de crosshormonen doen. Ja, het is ook inderdaad, iedereen die wel eens gepokerd heeft, kent dat punt heel goed. Van, ik zit er nu al zo diep in. Ik kan maar beter nog maar even bijkopen. Precies ook waarom de roulette het doet bij de casino's. Ja. Dat is een heel diepe menselijke behoefte. Ik heb er zoveel geld in gestoken. Ik heb er tijd in gestoken. Ik heb er moeite in gestoken. Ik heb tegen vrienden verteld dat ik dit wil. Ik wil ook niet terugkomen naar mijn vriendenkring om te zeggen, nou, ik heb me vergist. Dus die sunk cost fallacy is enorm. Volgens mij is het zo dat als je hier voor jezelf als je dit kan weerstaan, dit economische model, dat je dan, dat brengt je verder. Dat merk ik ook in mijn eigen leven, dat je dan, je moet die gedachte herkennen. Van, het is ook bijvoorbeeld, ik ken hem niet alleen van poker en van het casino, maar ik ken het ook eigenlijk van wandelen. Ik heb wel eens een keer in de Himalaya. Een klein stukje doorlopen. Ja, maar een keer waren we verdwaald in de, nota bene in de Himalaya in China. En dan kom je op een punt dat je denkt van, nee, volgens mij als we doorlopen, dan moeten we op een gegeven moment rondkomen bij de auto. Maar dan wordt het op een gegeven moment donkerder en donkerder. En dan denk je van, nee, maar we moeten terug. Je moet dan de schade pakken van het totaal verkeerd gelopen zijn. En dat, dit ken ik ook van hele
andere dingen in mijn leven. Maar dat kunnen, zeg maar, dat is heel belangrijk. Ja. Dat je denkt van nee, we gaan nu de schade pakken. We moeten nu gewoon omkeren. Hoe nodiger het is om te doen, ja, hoe moeilijker de beslissing is. Ja, want inderdaad. Iedere kilometer die je doorgelopen hebt, moet je ook weer terug. Ja. En dus denk je van nou, als ik nog een klein stukje doorloop, dan ben ik wel weer bij de auto. Ja. En die staat toch echt andere kant op. Maar je bent dan 16, dan heb je dus twee jaar lang heb je dus de blokkers gedaan. En dan denk je van ja, nee, ja, nu moet ik toch maar teruglopen. Ik kan toch maar niet teruglopen. De auto staat daar. Ja. Dus dan loop je verder in en ga je naar de crosshormonen. En je kunt ook wel bedenken dat natuurlijk echt behoorlijke schade gaat aanrichten. En het laatste wat ik wil is zeggen dat dat altijd onzin is. Wat ik probeer te betogen is, we moeten wel dit debat kunnen voeren en het moet ook mogelijk zijn om dit echt objectief wetenschappelijk te onderzoeken of deze methode en in welke gevallen deze methode positieve resultaten oplevert en welke negatieve effecten er zijn en of dus die positieve effecten tegen de negatieve effecten opwegen. En wat we nu hebben gezien is dat die medici, die wetenschappers van het Amsterdamse Medisch Centrum, zodanig betrokken zijn bij het onderwerp dat ze per definitie niet meer objectief kunnen oordelen of het nodig is. Want die komen dan met argumenten. Het is ethisch niet verantwoord als we hiermee zouden stoppen. Want kijk eens wat voor ellende we zouden aanrichten als we het niet zouden doen. Terwijl eerst moet worden aangetoond of het ook daadwerkelijk wel zou helpen. En onder die belofte zijn ze ook met het experiment begonnen. En vandaar ook dat het, stond van de week, las ik ook een artikel erover, dat mensen dit een pseudo-experiment noemen, want het is geen experiment. Het is een door buitengewoon goede bedoelingen ingegeven, vurige wens om een bepaalde oplossing te realiseren, waarvan we gewoon nog niet weten in welke gevallen dit positieve effect heeft netto en in welke gevallen het helemaal niet positief is. En die wetenschappers zijn zo betrokken dat ze dat niet meer kunnen zien. En het effect daarvan is natuurlijk dat om die reden allerlei andere instellingen zeggen, wij stoppen daar dus ook mee, want wij weten niet of het nou daadwerkelijk verantwoord is. Want er is gewoon geen deugdelijk onderzoek gedaan. En dat is op allerlei plekken nu langzaam maar zeker aan het doorbreken, dat inzicht. Maar in Nederland, ook met onze huidige nieuwe invalminister voor zorg, willen we er niet aan om dit nou echt goed te onderzoeken, omdat er een zodanige beklemmende opvatting is dat alleen al de mogelijkheid onder ogen zien dat het misschien niet de allerbeste oplossing is, buiten de fatsoensnormen wordt geacht. Ja, inderdaad. En dat is wat je nu ook ziet, is dat die druk is zo groot en het wordt zo ontzettend publiek afgestraft om je überhaupt te mengen. Eigenlijk op dezelfde manier als dat jij dan ook misschien hebt meegemaakt zelf bij die TFAF, maar dan in alle lagen van de samenleving. Hè? Dus een heel goed voorbeeld is, vorig jaar kwam er een game uit van Harry Potter. En dat werd gewoon, dat is echt een gigantisch populair en ook heel erg goed computerspelletje. Maar streamers werden gewoon onder druk gezet om dat niet te spelen. Werden eigenlijk min of meer door hun sociale kringen gedwongen om het erbij neer te leggen. Mensen werden gedoxt, zoals het dan heet. Hè. Gegevens werden publiek gemaakt. Ja. Zodat je, hier wonen die verraders die Harry Potter spelletjes spelen. Want, weet je? Degene die Harry Potter bedacht heeft, is transfoob. Ja, die is teken transfoob. Ja. Dat zie je trouwens deze week. Ik ben nu ook deze week een video aan het maken over die situatie met J.K. Rowling. Dus ik ben er eigenlijk in aan het duiken. Ja. Maar je ziet echt inderdaad deze dagen echt de ene column na de andere ook, gewoon van Nederlandse journalistiek, weet je wel, die dat gewoon overnemen. Hè? En gisteren dan nog in NRC, column van Eva Peek, die dan zegt van J.K. Rowling, ook een is-teken, transfoob. Yeah. RTL Nieuws, J.K. Rowling, transfoob. En zo. Terwijl ja, dat zij stelt deze kritische vragen. En wat ze zegt is natuurlijk volstrekt redelijk. Ook als je het er niet mee eens bent, is het nog steeds redelijk. Eigenlijk heel moderate, is zij. Ongelooflijk. En dan gaat het natuurlijk ook over deelname aan vrouwensporten of in gevangenissen. Er zijn ondertussen gewoon echt aantoonbare gevallen van verkrachters. Mannelijke verkrachters. Die dan zich nu identificeren als vrouw en dan willen opgesloten worden in een vrouwengevangenis.
Ja. Ja, en daar heeft ze volslagen gelijk in dat ze zegt, ja hallo, dat vind ik helemaal geen goed idee. En dat is ook wel de reden dat ik me verzet tegen een aantal woorden die erin zijn gekomen. En eigenlijk alles met het achtervoegsel foop of fobie. Oh ja, ja. Dus transfoop is dan zoiets, dat zou je, als je vindt dat er biologische seksen zijn, dan ben je transfoop. Ander woord is islamofoob. En aan dat woord kan je zien, dat wat daar gebeurd is. Dat een woord dat betekent onredelijke angst. Ja, en in het racisme-debat is het xenofoob dan. Xenofoob. En alles, ik vind eigenlijk dat je... fobie heeft dus zijn oorspronkelijke betekenis verloren. Nou, het komt oorspronkelijk natuurlijk uit de natuurkunde. Grote angst voor iets zonder een echte reden. Ja. Dat is de woordenboekdefinitie. Ja. Interessant, ja. En dus dat betekent fobie. Ja. Dus je kan ook agorafobie hebben. Dan durf je niet op grote open plekken te komen. Maar dus even om het even, want nu is leuk. Nu zijn we echt aan het close readen. Yeah. Dus nu wordt eigenlijk... Dus we hebben net een aantal, maar gewoon eigenlijk een willekeurige greep. Yeah. Maar in ieder geval een aannemelijke greep van reële zorgen rondom het transgender debat opgesomd. Hè? Yeah. Nou, volgens mij hebben we allebei de goede wil en de sportiviteit om te zeggen van voor al die facetten kun je op verschillende manieren bekijken. Ja. We hoeven nog helemaal niet kant te kiezen. Ja. Maar waar wij volgens mij overlap hebben is dat we allebei op onze eigen manier zeggen. Het zou toch wel goed zijn om daar in ieder geval in de publieke ruimte, op het dorpsplein, hart tegen hart over met elkaar in discussie te mogen gaan. Dat zou in ieder geval mogen plaatsvinden. En dat wordt nu, zeg maar, geframed als een transfobe positie. Dus nu zie je eigenlijk letterlijk wat er zo lastig aan is. Want wat wij hier al op tafel blikken, is niet een grote angst voor iets zonder reden. Ja. Het is gewoon, een bepaalde manier van kritisch denken die je wil waarborgen als je iets verandert. Ja. Nou, wat is het probleem is dat het is ontdaan van zijn oorspronkelijke betekenis, fobie. Mm-hmm. Als je stukken leest, is er heel veel geschreven over islamofobie. En dan staat erin, je moet vooral niet denken dat het gaat over onredelijke angst. En denk maar, waarom gebruik je dat woord dan? Hè? Waarom ontleen je dat eraan? En dan, daar heb ik me ook een klein beetje in verdiept wat daarvan de geschiedenis is. De eerste keer dat het werd toegepast buiten die betekenis zoals je die nou net beschrijft is in de natuurkunde. Namelijk dat stoffen kunnen hydrofoob zijn. Dus als je een bepaald poeder hebt wat hydrofoob is en je legt het op een glasplaatje en je doet er een druppel water op, dan stuift dat poeder alle kanten op. Dus dan ken je daar eigenlijk een emotie aan toe, aan dat poeder, wat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Dat is interessant. In andere betekenis is het homofoob is een van de eerste, dat was in de jaren 60, dat een gay tijdschrift dat woord gebruikte. En daar zie je de oorspronkelijke betekenis nog steeds een beetje in terug. Want de veronderstelling was daar. Dat ging natuurlijk over poterrammen en over geweld tegen homoseksuelen. En de veronderstelling was, degene die dat doen, zijn stiekem zelf homo. Of hebben daar een enorme angst voor. Dus dan komt dat idee. In American Beauty zit dat heel mooi, toch? Ja, die scène van die militair die dan uiteindelijk... Die dan uiteindelijk de Kevin Spacey op zijn mond wil zoenen. Ja, inderdaad. Ja, tegen zijn zin. Ja. Wat een mooie omdraaiing is van de werkelijkheid. Maar dat is weer een andere... Dus daar zit dat begrip nog een beetje in. Hè, van dat die onredelijke angst of een afkeer die je dan voelt. En nu heeft het zich ontwikkeld tot een begrip wat dus eigenlijk van alles en nog wat kan betekenen. En dat sluit de discussie af. Omdat van alles en nog wat kan betekenen, weet je niet wat er precies gezegd is of precies gedaan. Dus dat zie je bij J.K. Rowling heel erg terug in die voorbeelden die je noemt. Dat daar dan staat, ze maakte transfobe opmerkingen, punt. En niet welke opmerkingen ze dan precies gemaakt heeft. Ja. En met islamofobie is daar ook een heel mooi voorbeeld van, vind ik zelf. Het was een paar jaar geleden, waren er grote opstoten in India. Omdat een Indiaanse politica, iemand van de regerende partij, ik geloof een woordvoerder of een hoge positie had in die partij,
die had iets gezegd waar de meningen enorm over hoog opliepen en de ruzies eruit gingen en overal in het land relletjes. Het verslag van die evenementen, dat daarvan werd gedaan, vermeldde eigenlijk alleen maar, zij maakte islamofobe opmerkingen. Niet wat ze had gezegd. En dus ik moest echt heel diep spitten om erachter te komen. Maar wat heeft ze dan gezegd? Ja. Wat ze gezegd heeft, er was een debat met iemand van de moslimpartij. Die schijnt nare opmerkingen te hebben gemaakt over Shiva. Dat is natuurlijk een van de belangrijkste godinnen uit het hindoeïsme. En zij zei van maar jullie profeet had seks met minderjarigen. Wat niet goed viel, maar waarvan je kan zeggen dat is een voor zover mogelijk het vast te stellen een objectief feit. Ja, sterker nog, ik zou zeggen, je kan het ook nog een poëtische vaststelling noemen, want het gaat over een verwijzing naar een verhalencultuur, toch? Ja. Ik bedoel, zowel de. Nou ja, dat is die opmerking komt eruit voort. Dus uit wat er in de hadith geschreven is over de profeet. Dus over. En waarin beschreven is wat de profeet gezegd heeft en wat hij gedaan heeft. En naast de openbaringen die hij kreeg van de aartsengel, die in de Koran zijn gekomen. En die zijn natuurlijk allemaal pas opgeschreven. Meer dan 100 jaar na zijn dood. Dus tot die tijd waren het allemaal mondelinge verhalen die op een gegeven moment op schrift zijn gesteld en zijn gecanoniseerd als de waarheid. In die geschriften die in brede kring worden geaccepteerd binnen de moslimgemeenschap als de waarheid, staat gewoon in dat hij met Aisha trouwde toen ze 9 was, of misschien 10, of misschien 11. Daar zijn de meningen lopen een beetje uiteen. En dat hij seks met haar had een aantal jaren later. Maar toen was ze nog steeds ruim minderjarig. Die opmerking waarvan je kan zeggen, maar het staat in de heilige schriften zelf. Dus waarom maak je daar nou zo druk over? Het kon niet worden gebruikt in de meeste Europese en Amerikaanse kranten. Dan staat erbij, het is een islamofobe opmerking. En dan wordt vaak ook nog weer de verbinding gelegd met de regeringspartij. Die worden dan hindoe-nationalisten genoemd. En die zijn natuurlijk zijn ook in een felle strijd verwikkeld. Er is ook een cultuurstrijd in India gaande. En dan wordt ook de link gelegd van die partij is eigenlijk ook islamofoob. En wat het wel weer extra precair maakt, wat interessant is dat zij door de hindoe-partij ook ontslagen is in haar functie, omdat ze die islamofobe opmerking had gemaakt. Dat geeft aan dat zo'n etiket als foob of fobie, wat ontdaan is van zijn oorspronkelijke betekenis en een heel algemeen begrip moet afdichten en moet afdekken, waardoor een normaal gesprek over feiten, over dingen die je ook objectief zou kunnen vaststellen, waar je gewoon op zijn minst een goed debat over zou moeten kunnen voeren, dat onmogelijk gemaakt is. Ja, ik vind het interessant dat je eigenlijk die fobie eigenlijk herleidt tot de natuurkunde, tot een natuurkundig principe. Daardoor moest ik denken aan, dat is iets wat wij mensen veel doen, hè? Ik heb nu hele kleine kinderen. Ja. En een van de dingen die je dan doet is dat je zo'n babytje inbakert. En babytjes vinden dat heel fijn. Maar je hebt soms ook vlogs of van moeders. Ja. En die projecteren dan hun eigen angst of hun eigen gevoelens op zo'n baby. En die zeggen dan, die knevelt ze. Ja, van dat vinden ze niet fijn. Ja. En dan denk ik van nee, ze vinden dat wel fijn. Dat is als je het onderzoek daarna checkt. Of als je gewoon kijkt van hoe chill en rustig zo'n babytje wordt. Dan zie je dat. En dus dat vind ik zo'nzelfde mechanisme. Dat je eigenlijk als mens geneigd bent om iets van je eigen gevoelsleven te personifiëren of te projecteren op iets externs. En dat gebeurt eigenlijk ook weer die natuurkundige opstelling. Je hebt gewoon een stofje en een ander stofje en dat stofje schiet weg. Ja. En dan kun je zo'n soort van
tekenfilmmuziekje onder zetten. Ja. En dan zie je al oogjes op tekenen. Dan zie je eigenlijk al zo dat proces, die fobie. Als een soort van menselijke eigenschap of zo. Ja, het is hier bij het gaan van hydrofoob en is het nog weer iets gelaten. Want het gaat natuurlijk over een menselijke emotie. Die van toepassing wordt verklaard op een natuurkundig verschijnsel. Die dan weer op toepassing wordt verklaard op weer iets heel iets anders. Maar er worden allerlei dingen ingelegd. En wat we nu aan het doen zijn is dat begrip fobie zodanig breed interpreteren dat eigenlijk alles eronder kan worden verstaan en dat het dus ook gewoon onbruikbare begrippen zijn. Het is een beetje de praktijk geworden om dus mensen in het publieke debat te stickeren of te labelen. Een beetje zoals je ook bomen afschrijft. Zo'n kruisje. Ja. Jij mag niet meer meedoen. Jij mag niet meer meedoen. En daar dient zo'n sticker voor. Ja. Dus je zegt, jij bent transfoob. Ja. Jij bent homofoob. Jij bent, wat hadden we nog meer? Islamofoob. Terwijl we zo, nu zijn we zo aan het kletsen. Ja. En nu hoor ik eigenlijk zo'n soort stemmetje in mijn hoofd. Een soort van tegenstem. Een soort kritische luisteraar. Ja? Oh, ja. En die kritische luisteraar die zegt dan van ja, hoe kunnen jullie nou zeggen dat je hier niet over mag praten? Jullie zijn toch over aan het praten. Jullie nemen toch helemaal geen blad voor de mond. Dus dat is helemaal niet waar. Je kunt wel alles bespreken. Ja. En ik weet daar zelf al wel meteen weer een soort gevat antwoord op. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd niet alleen maar met mezelf te praten. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd van hoe zou je dat argument tackelen eigenlijk? Ja, ik denk dat ook hier kan je best heel genuanceerd over denken. Want dat is natuurlijk zo. Heel veel dingen die dan niet zouden mogen. Gebeuren natuurlijk wel gewoon. Maar niet overal. En dat is vrij makkelijk aantoonbaar dat allerlei bedrijven en instellingen bijvoorbeeld echt letterlijk ook woordenlijsten hebben van woorden die je wel mag gebruiken, woorden die je niet mag gebruiken, woorden die je alleen maar in een specifieke betekenis mag gebruiken. En de consequenties daarvan zijn natuurlijk heel aanzienlijk. Hè? Dus op basis daarvan worden studenten van Harvard verwijderd als zij uitspraken doen die niet passen. Dus die cancelcultuur is natuurlijk wel degelijk. Alleen, godzijdank, ja, dat zou ook wat wezen zeg, niet overal. Maar dat betekent niet dat er geen gevolgen zijn. En wat jij in Groningen ook heel terecht zei, van nou ja, we moeten ons ook niet gek laten maken. En je moet je ook niet in een situatie laten brengen dat je bepaalde dingen niet doet omdat je dan status en positie verliest. Er is niks mis mee. Je hebt geen recht op bepaalde plekken in de samenleving. En als je dan niet meer presentator bent van De Wereld Draait Door of niet meer op de televisie komt, dat betekent niet dat je dat het einde van je leven daar is. En als je niet meer directeur bent van de TVAF, is het ook niet het einde van je leven. Dat is natuurlijk gewoon zo. En we moeten met z'n allen ons ook niet laten inhouden omdat we bang zijn om dat soort van posities te verliezen. Ja, en inderdaad, in Groningen koppelde ik dat aan de analogie van wat ik al vaker heb gezegd, maar van het ei geel en het eiwit, waarbij je eigenlijk een soort van dat cancelen is eigenlijk een verbanning naar van het ei geel naar het eiwit. En in het eiwit mag je alles zeggen, maar de vraag is of je het in het ei geel mag. En dus in onze instituties, Harvard, de universitaire wereld, de culturele sector. Ja. Als dat allemaal gezien wordt als het ei geel, en daar mag je dus niet meer die vragen stellen over, je kritische vragen over die transbeweging en de implicaties daarvan. Je mag niet meer over racisme hebben in andere termen dan. Alles wordt gelabeld als islamofoob, als transfoob, als xenofoob en zo. Dan heb je dus juist op die plekken die zouden moeten functioneren als de progressieve hoek van je samenleving, de wetenschap, de kunsten, juist die plekken stagneren dan. En die doen zich dan alleen maar voor als extreem liberaal, ruimdenkend, progressief enzovoort. Maar dat zijn dan juist vastgelopen systemen geworden waar alles vast zit, zeg maar, toch? Ja, ik vind de vergelijking vind ik briljant. Het is ook niet voor niks. Je was een van de eerste sprekers. En ik geloof dat in elk gesprek daarna ook die vergelijking van eiwit en eigeel terugkwam. Ook in mijn interview. En daar kreeg ik nog heel veel vragen over. Want als je hem niet heel kort uitlegt, dan is dat niet begrijpelijk. Wat bedoel je nou met het eigeel en met het eiwit? Maar hij is zo, ik vind hem zo mooi omdat hij licht absurd is.
Maar je voelt wel van, nou ja, dat IJgeel, dat is de goede plek om te zitten. Dat heeft status, dat heeft positie, aanzien. En als je iets doet wat je uit die positie duwt, ja, dat is helemaal niet het einde van de wereld per se. Dat kan je niet gelijkstellen met cancelen of in de kerker opsluiten of verbieden. Ja, dat is gewoon dat je niet meer een hele wenselijke plek inneemt. Stel je niet aan. Hè. Nu je erop ingaat. Ik heb hem volgens mij, de metafoor heb ik van Alexander Barrico. Ja. En die heeft ooit een boek geschreven, De Barbaren. Ik weet niet of je het kent, maar dat vind ik echt een briljant boek. Dat is volgens mij uitgekomen in 2006, 2008, rond die koers. En hij is een Italiaan. En de Italiaanse cultuur is eigenlijk veel meer nog dan de Nederlandse, veel verticaler. Yeah. Zeker als het om cultuur gaat. Yeah. Hè? Dus hij heeft dan, is een van de eerste voorbeelden die hij noemt, is de wijn. De wijn uit Italië en Frankrijk. En dus hij heeft het dan over, hoe kan het toch dat die wijn, waar we dan heel pieterpeuterig over doen, dat je dan, ja, als je echt een wijnkenner bent, hè, dat elk slokje een onderdeel wordt van een reis gedurende een avond. En dat je daar hele wereld voor je open gaat. Hoe kan het dat we daar in een hele korte tijd toe zijn gegaan naar een situatie dat we eigenlijk alleen nog maar een soort Amerikaanse Hollywood zesjes wijn verkopen over de hele wereld. En dat de beste wijn is geworden. Hoe kan het van zo'n hele genuanceerde culturele genieting gegaan zijn naar dat hele spectaculaire 13e zijn. En dat vergelijkt hij dan uiteindelijk met de voetballerij. Dus hoe kan die club van de jaren 50 van mijn vader deze internationale wereld geworden zijn? En dat verlegt hij dan naar de literatuur. Hoe kan het dat, ja, weet je wel, van die hoge cultuur van, laten we zeggen, James Joyce, et cetera, dat we nu in de ACO's, vliegvelden, literatuur zijn gegaan. En uiteindelijk komt hij dus op de theorie van wat hij dan in Italië de barbaren noemt. Dus dat hij zegt van, ja, het zijn geen barbaren, maar het zijn eigenlijk mutaties. Dus je ziet eigenlijk dat door internet alles muteert en verandert. Dus we zitten volgens mij in de transitie van die oude wereld van de afgelopen, laten we zeggen, de afgelopen 300-400 jaar van wat wij als cultuur verstaan. En we gaan langzaam naar een nieuwe cultuur die door internet, algoritmes en zo gedirigeerd wordt. En wat wij zien als barbaren, dat zijn eigenlijk mutaties. En in die beschrijving, zo gebruikt hij dan dat eigeel en dat eiwit. En dat eigeel is eigenlijk die binnencirkel waar die heel erg met hand en tand bewaakt wordt. Dat zie je dus ook heel goed, vind ik, in de literaire wereld. Hè? Yeah. Dit is literatuur. Nee, dat is lectuur. Joost Wagerman, dat is lectuur. Die komt er niet in bij ons, weet je wel. Yeah, die discussie, als je die dan, zeg maar, als je je voorstelt hoe die discussie gevoerd wordt in Italië of in Frankrijk, waar dat toch veel strenger bewaakt wordt. Yeah. Zo bedoel ik eigenlijk die eigeel-eiwit analogie. En dat is inderdaad een poëtische metafoor waarbij iedereen kan voor zichzelf invullen van hoe zie ik dan het eigeel, hoe zie ik dan het eiwit. Maar en mijn duidt in het zakje in deze discussie is dat in ieder geval, als je dan over die cancelcultuur hebt, dan heb je het dus over een verbanning van het eigeel en het eiwit. Terwijl in eigeel worden de regels bepaald, de wetten geschreven en wordt dit uitgevochten. Dus wij kunnen nu in een eiwit wel zeggen van, hoe kan het? Maar we hebben helemaal geen grip op die mensen in het eigeel die daar dus over gaan en die dat uiteindelijk bepalen. Dus je hebt iemand in het eigeel nodig die uiteindelijk die vragen gaat durven stellen daar, om daar iets van aan te kaarten. Okay, zo zie ik het een beetje. Het voelde ook wel van, nou ja, je hebt een bepaalde club mensen, die heeft het natuurlijk goed en die heeft ook bepaalde privileges. Nou, daar kan je natuurlijk uitgebannen worden. Of je, wat je nou net beschrijft, van ja, de vinden mutaties plaats. En dat kan ik natuurlijk heel goed volgen. Dat heel veel van die dingen die 50 jaar geleden volstrekt not done waren, zijn nou hoge cultuur. En die bescherming nodig heeft, bijvoorbeeld strips. Die natuurlijk volledig taboe waren in de jaren 50. Van ja, dat moet je vooral niet willen doen. En nu is het zo, ja, kinderen lezen geen strips meer. We moeten die hoge kunst kunnen. We moeten manieren vinden om kinderen weer aan de strips te krijgen. Maar zo werd er ook over romans gepraat in 1800, hè? Ja, dat is ook zo, ja. Zo van, ja, romans. Dat verpest de jeugd. Ja, inderdaad. Verpest je ogen en je moraal. Ja. Ja. Dus dat is gewoon iets wat altijd verandert. En dat is wel, in Frankrijk vind ik dat wel interessant hoe dat dan gaat. Ook als je op de televisie kijkt naar cultuurprogramma's. En dan kunnen ze ook makkelijk een kwartier in het journaal praten over cultuur. Maar dan gaan ze bijvoorbeeld ook
Sylvester Stallone of Arnold Schwarzenegger interviewen, omdat hij een of andere hoge prijs heeft gekregen, en de kunst van deze mensen bespreken. Terwijl wij denken van ja, dat is natuurlijk dat maar die Fransen willen, zijn erg bezig ook met wat zit er in dat eiwit. Als ik het nu even beschouw in de termen zoals je nu net uitlegt, wat zijn dan die, en welke elementen kunnen we dan misschien ook wel beschouwen als toch wel hoge cultuur? Ja. Ja. Nou, dat is, nou, die verschuivingen die zijn heel interessant. Even kijken, misschien moet ik nu even radicaal doorbreken naar waar ik begon. Waar we het in de nazit over hadden. Nogmaals, jij zei, maar uiteindelijk moet het haast wel zo zijn dat de wal het schip zal keren. Ja. En we hadden het toen ook over Twitter en we hadden het ook over Disney vooral. En over die dingen. En daar ben ik benieuwd naar. Ja. Misschien kun je daar nog even naar terugkeren. Ja. En kijken of we dat nu kunnen. Het is een vrij natuurlijke overgang. Want we hebben het schip. Dat is dus DEI. Ja. En ook de ESG. Dus de ecologische en sociale doelen die ook bedrijven op zich nemen. Dat is hoe heet dat? Sorry. ESG. Wat staat het voor? Dat staat dus voor ecologische en sociale doelen. Oh ja, ja. He, dus alles wat een bedrijf nodig heeft om niet alleen zijn eigen producten te leveren, maar ook een bijdrage te leveren aan de samenleving. En dat heeft een enorme wending, een enorme vlucht genomen. En DEI komt dan weer terug in allerlei handboeken. He, dus grote bedrijven hebben bijna allemaal een DEI handboek waarin staat wat je moet doen om ervoor te zorgen dat diversiteit, gelijkheid en inclusie worden bevorderd. Daar staan ook letterlijk die woordenlijsten in waar we het net over hadden van dit zijn de woorden die je wel mag gebruiken. Deze woorden gebruiken we hier niet. En deze woorden gebruiken we alleen maar in deze betekenis. Dat heeft zo'n enorme vlucht genomen dat op enig moment ook wel moet gaan botsen met de realiteit. En een van de belangrijkste problemen daarbij is dat die DEI-elementen met die opvattingen over vaste hiërarchieën van slachtofferschap en daderschap, dat daar tegenstrijdige eisen in zitten die niet anders dan tot grote botsingen kunnen leiden. En dat is iets wat wordt ontkend in de theorie van het intersectionalisme, wat een beetje de basis is van die DEI-opvattingen. Want die gaan erover dat er die slachtoffers zijn en daders op allerlei terreinen, maar al die verschillende elementen hangen één op één met elkaar samen. En je kunt niet het probleem op het ene terrein oplossen zonder het probleem ook op het andere terrein op te lossen. Dat is dan de gedachte. En dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat gaat niet altijd samen. En daarvan is het voorbeeld, wat je het meest springende voorbeeld is, Queers for Palestine. Ja. Want queers gaat dan natuurlijk over de genderachtige en de seksualiteit. Waar daar bepaalde opvattingen over zijn. En dat je die veiligheid moet geven en de ruimte moet geven. En dat je van de witte gedachte af moet dat het per se cis, dat je cisgender moet zijn en dat je heteroseksueel moet zijn. En in Palestina gaat het over de vraag, dan heb je de slachtoffers, dat zijn de Palestijnen, en je hebt de daders, dat zijn de Joden, want de Joden, dat zijn degene die de middelen hebben, die zijn rijker en hebben een beter functionerende economie en onderdrukken de Palestijnen. Maar je kunt natuurlijk niet anders dan tot conclusie komen dat die twee doelen tegelijkertijd bereiken nogal lastig zal zijn. Want voor de hand liggende idee, als jij als al die queers van Palestine die hier op de Dam rondliepen, als je die zou transporteren naar Gaza, zouden ze het niet erg naar de zin hebben. Daar hoef je echt niet briljant voorzieningsvermogen voor te hebben om te kunnen voorspellen dat gewoon niet gaat. En zo zijn er natuurlijk ook op allerlei andere terreinen kun je tegenstellingen bedenken die gewoon niet te rijmen zijn met elkaar als je ze in absolute mate probeert te gaan realiseren. Heb je nog andere voorbeelden? Het is goed om ze even gewoon. Het gaat over bijvoorbeeld ook er wordt ook een 1-op-1 koppeling gemaakt tussen decolonisatie en het klimaat. En dat krijgt dan weer zijn weerslag erin dat klimaatrechtvaardigheid. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen, als je het klimaat wil redden en je gaat ervan uit dat het helemaal ligt aan de CO2-uitstoot, dat je de ontwikkeling
van land, van economische ontwikkeling van landen die we ontwikkeling nog niet doorgemaakt hebben, stopt. Want als die op dezelfde manier gaan produceren als wat wij gedaan hebben, dan gaat dat natuurlijk helemaal verkeerd. En dus zul je op enig moment ook moeten kiezen, wil je decolonisatie? Of wil je het klimaat redden? Seksualiteit en gender is natuurlijk ook een spanning. Want ik ben nu langzaam maar zeker tot de conclusie gekomen dat het hele genderideologie conversietherapie voor homo's is. Dat je op het moment, als ik met een gender affirming care deskundige had gesproken, dan had ik misschien wel gedacht, ik ben een meisje. En ik ben dolblij dat mij niet overkomen is toen ik 12 was. Ja. Want het hele idee, je moet eigenlijk je gaan omturnen naar een ander gender als je seksualiteit niet strookt met het cis-heteroschap. Ja, dat is eigenlijk een soort conversiedwang voor homoseksuelen. En dus is die spanning zie je binnen de LGBTQ+ gemeenschap heel sterk terugkomen. Hoezo gaan jullie namens mij van de LGBTQ gemeenschap vertellen dat kinderen zich zouden moeten omvormen als ze dat zouden, als zij daar ideeën over geven? Dat spreek je niet namens mij. Ja, sowieso die hele paraplu term LGBTQ+. Ja, althans, ik weet niet wat de meest de actuele stand van zaken van die term is, maar ik zeg maar altijd LGBTQ+. Yeah. Maar dat, intern zitten daar heel veel tegenstrijdigheden in. Yeah. Hè? Dus je zou zeggen, LGB is een goede alliantie. Yeah. Hè? Dat is lesbisch, gay en biseksueel. Dat gaat over seksuele oriëntatie. Ja, dat gaat over seksuele oriëntatie. Dus dan zeg je van, oké, dat is een goede alliantie. Yeah. Maar T is trans. Gaat over gender. Dat gaat over heel gender. Wat anders. Dus als je zeg maar non-binary bent, wat die plus is, yeah, dan non-binary heeft eigenlijk alweer een heel andere uitgangspunt dan trans. Want trans is eigenlijk nog steeds schatplichtig aan het idee van dat er eigenlijk twee genders zijn. Yeah. Want anders kun je niet van het ene naar het andere. Yeah. Dus als je zegt van nee, maar daar geloof ik niet in. Ik vind het voor mij is een spectrum. Yeah. Dan is trans eigenlijk alweer gek. Want dan, wat is dan de transitie? Dan is het gewoon een flow. Terwijl dat het een spectrum is pas weer bij non-binair. Dan zeg je van, er is niet zoiets als een binariteit. Ik geloof niet in een binair systeem van twee dingen. Ik geloof dat het non-binair is of zo. Even nog alle andere mutaties daar gelaten. Voor alle perspectieven valt heus wat te zeggen. Alleen het is heel raar dat ze onder dezelfde paraplu strijden voor hetzelfde. Want het ene gaat al uit van binariteit en de andere gaat alweer niet uit van binariteit. En ook als je dus zegt van ik ben homoseksueel, dan zeg je ik val op andere mannen. Daar heb je dus voor nodig dat je dus in die ergens wel gelooft in het onderscheid tussen man en vrouw. Ja. Plus dat als je ook nog zegt van de common enemy van dit alles is een witte heteroseksuele man, dan heb je dus eigenlijk voor je vijandschap, voor je wereldbeeld, heb je al nodig dat je dus zegt van oké, bovenaan de onderdrukkingspyramide staat er een witte heteroseksuele man. Ja. Maar dat is weer niet conform het idee dat het non-binair is. Want dan is alles, zeg maar, heeft alles een soort van, is een spectrum. Behalve de top. De top is geen spectrum. Nee, dat is een witte man. Dus dat zijn eigenlijk alweer allerlei paradoxen. Ik stond er even vlug een paar op. Het zijn niet eens paradoxen, het zijn tegenstellingen. Ja, sorry. Ja, het zijn eigenlijk allerlei tegenstellingen. Want dat zie je dus ook. En er zit ook heel veel chaos in. En wat zou je zeggen, is het verschil voor jou tussen een tegenstelling en een paradox? Hoe zou je dat? Kijk, die paradox is een schijnbare tegenstelling. Hè? Dus dan dat je dan iets zegt wat in eerste instantie niet voor de hand zou liggen, maar eigenlijk wel heel goed samen kan. En een tegenstelling is natuurlijk iets wat daadwerkelijk niet kan. Ja, een paradox is eigenlijk bruikbaar in een soort poëtisch contrast. Bijvoorbeeld als je een film maakt of een roman schrijft of zo. En een tegenstelling is inderdaad iets wat gewoon wat een paradox is dat met name homo's en lesbiennes, en zeker ook lesbiennes trouwens, zich afzetten tegen de LGBTQ-ideologie. Dat is een paradox. Ja. Want het lijkt een tegenstelling omdat mensen denken, je bent lesbisch of je bent homo, dus je maakt deel uit van de LGBTQ gemeenschap. Ja. Maar het is geen tegenstelling, want
als je dieper nadenkt, dan zitten daar dus in die ideologie van LGBTQ elementen die direct strijdig zijn met het feit dat je homo bent, als je homo man bent. En strijdig zijn met het lesbisch zijn en ook met het vrouw zijn. En het is helemaal dus niet zo verwonderlijk dat vooral lesbische vrouwen, en daar zijn natuurlijk ook heel veel TERFs onder, zoals dat heet, T-E-R-F, die trans-exclusive zijn, die zeggen, luister eens, ik heb geen zin in mannen in mijn kleedkamer. Ik heb geen zin in mannen in mijn sport. En alsjeblieft, ik heb geen zin om seks te hebben met iemand met een piemel. Terwijl de meest fanatieke genderactivisten zeggen, luister, stel je niet aan. Je gaat natuurlijk niet mensen afwijzen op basis van biologische kenmerken. Dus als jij een afkeer hebt van piemels, dan ben je transfoob. Ja. En dus dat zijn dus allemaal paradoxen. Het is dus het lijkt in eerste instantie gek dat met name homo's en zeker lesbiennes zich afzetten tegen die ideologie. Maar de tegenstelling zit hem natuurlijk in dat hele begrip LGBTQI, waar dingen in zitten die onverenigbaar zijn. Die leiden tot uitspraken die ook nergens op slaan. En het zit hem al in het woord transgender, wat de plaats moest innemen van het begrip transseksueel. We kregen een tijdje geleden allemaal te horen, transseksueel is een term die we niet gebruiken. Waarom eigenlijk niet? Want ja, het ging dan niet over seks, maar het ging over gender. Maar trans betekent tegenover. En het wordt ook gebruikt in de betekenis van veranderen van. Ja. Dus dat je van het een naar het ander gaat. Maar we moeten dus zeggen transgender, maar degene die ze daarbij kunnen helpen doen dus gender affirming care. Genderbevestigende zorg. En dat is trouwens ook weer wat ik eigenlijk nu pas zie, is dat het ook heel interessant is als je die verschuiving, dit is ook heel goed opgemerkt, die verschuiving van transseksueel naar transgender. Terwijl gender wordt nu op eigenlijk de activistische zienswijze is dat gender een spectrum is. Terwijl seksen, dat is een binair systeem. Ja. Terwijl dus als je het over trans hebt, dan hoort dat bij een binair systeem. Want je gaat van het ene naar het andere. Ja. Anders is er geen transitie. Ja. En je kunt niet trans zijn in een spectrum. Want dan ben je toeloos. Ja. Ja. Dus dat is ook zo een maffe. Er zitten echt hele rare tegenstellingen in. Het gaat ook over bijvoorbeeld de letter in je paspoort. Dus als je het heel strikt neemt, de letter in je paspoort gaat over seksen. Ja. Als je ervan uitgaat dat dus seksen en gender echt iets heel anders zijn, is het natuurlijk geen enkele reden om die letter in je paspoort te veranderen. Ja. Want je verandert niet van seksen, je verandert van gender. Of, Het beschrijft je seksen. En dat kun je natuurlijk, daar worden mensen ook heel boos over, maar er zitten nou eenmaal bepaalde biologische kenmerken in een menselijk lichaam waarmee je kunt bewijzen of je kunt aantonen of iemand man is of vrouw. Dat heeft gewoon met DNA-structuur te maken. En dat kan je zelfs aantonen 100 jaar nadat iemand overleden is en je de botten opgraaft. Kan je nog steeds zien, zijn de chromosomen nou mannelijk of zijn ze vrouwelijk? Die seksen is een manier om te kunnen iemand te identificeren. En wij zitten nou eenmaal vast aan ons lichaam. Dus als identificatie is seksen best een begrijpelijke factor. Als je echt vindt dat seksen en gender iets heel anders zijn, dan is het natuurlijk idioot om te willen vooral die letter in je paspoort te veranderen. Want dan ga je seksen en gender juist weer met elkaar verwarren. Ja, dat is weer, volgens mij, heeft mee te maken dat er een strijd gaande is tussen de online en de offline wereld. En ook tussen de mensen die de offline wereld prefereren boven de online wereld en andersom. Dus inderdaad, als het over botten opgraven gaat, dan is het klip en klaar. Over 200 jaar, over 500 jaar, over 1000 jaar. Yeah. De mensen die ons opgraven, die weten, oh, dit was een man. Oh, dit was een vrouw. Oh, dit was een man die zich als vrouw identificeerde. Want we hebben ook nog zijn identiteitskaart gevonden. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar in de online wereld, is het dus belangrijk. Kan je avatar op één moment, met een klik kan je die veranderen. En dus mensen die zijn opgevoed met alleen nog maar internet en smartphones. En met het idee dat wie jij online bent belangrijker is dan wie je offline bent. Ja. Voor die mensen is het natuurlijk wel
belangrijk om hoe ze gezien worden te moderaten. Want dan gaat het over jouw toegang, ja of nee, ja. Tot ja, op dezelfde manier als dat zeg maar Virginia Woolf zegt van ja, ik mocht niet de bibliotheek in omdat ik een vrouw was. Ja, ja. En dus ja, de, laten we zeggen, de feministische schrijvers in de Groene Amsterdammer die daarmee engageren, die zeggen natuurlijk van ja, maar Virginia Woolf had gelijk. Dus dat met Judith Butler in hun hand zeggen ze van nou, luister, er is heel veel cultuur. En ik ben een tot vrouw gemaakt. Ja. Dat is de tot slaaf gemaakte. Ja, ja. En dus daar wordt ook weer een deel van die discussie aangevuld. Ja. Want ja, we willen natuurlijk wel de bibliotheek in. Want we zijn wel intelligent. Even, ik bedoel, kijk naar de hersenstructuur. Je kunt wel die botten opgraven en zeggen, dit was een man, dit was een vrouw. Maar dat is bepaald of ik de bibliotheek in kom of ja. niet. Maar mijn ja. hersenen zijn exact even groot. Ja. Maar je zou zeggen, kijk, dat probleem van dat je de bibliotheek niet in mag, dat hebben we al een tijdje geleden opgelost. Ja, natuurlijk. En dat, maar dat is ook het interessante is ook van dat, dat die explosie van allerlei dingen, waarvan je zegt, hier is een enorme achterstand en het is 5 voor 12 en we moeten er wat doen, het is allemaal belachelijk. Dat die komt op het moment dat eigenlijk de meeste ongelijkheden al zijn uitgebannen. Ja. He, dus je kan niet zeggen dat het 50 jaar geleden minder racistisch was dan nu. De samenleving. Over de mogelijkheden die je hebt als je... Wacht even. Nu even klein terzijde. Yeah. Want je zegt nu 5 voor 12. En daarmee verwijs je naar iets wat we bespraken voordat we de camera aan hadden. Yeah. Het is wel iets wat ik al vaak in de podcast heb gezegd. Maar ik zal het toch even voor de sake of de video nog een keer herhalen. Waar we het kort over hadden was dat het zover heeft kunnen komen nu met het maatschappelijke en publieke debat, omdat bij heel veel van die dossiers geldt eigenlijk van het is 5 voor 12, we hebben geen tijd te verliezen, dus we kunnen niet meer een dorpsplein hebben waarbij hier een standpunt en daar een standpunt. Nee, we moeten eerst klimaat oplossen en trouwens ook het racismevraagstuk en gendervraagstuk en al die andere maatschappelijke ongelijkheden. En dan pas kunnen we weer dat dorpsplein doen. Dat is een beetje waarom het zo hoog is opgelopen. En het is bizar dat sterk, zo sterk naar voren wordt gebracht in het genderdebat, in het racisme-debat. We moeten nu wat doen, terwijl je natuurlijk objectief kunt vaststellen dat als het gaat over gendergelijkheid, en dan heb ik over seksengelijkheid, over racisme, dat het natuurlijk nu een stuk minder is dan het 50 jaar geleden was. Maar we hebben een soort van omgekeerde verelending, waarbij het niet zo is dat het langzaam maar zeker steeds erger wordt, waardoor uiteindelijk de revolutie ontkoombaar is. Maar het is eigenlijk steeds beter geworden. We hebben antiracismewetten en die worden ook stevig gehandhaafd. We hebben situaties waarbij mannen en vrouwen echt dezelfde mogelijkheden hebben, met natuurlijk ook een paar uitzonderingen. Maar op de een of andere manier denken we dat het nu zo erg is dat het tot een explosie moet komen, dat we alles op een hele andere manier moeten gaan organiseren. Ja, dat is heel maf. Ik zit al mijn hele leven in de culturele sector, hè? Mijn hele volwassen leven. Vanaf mijn 18e, zeg maar. Als student en ook met klussen en ook als docent en ook in mijn werk gewoon. En al mijn hele leven heb ik te maken met situaties waar vrouwen en mannen min of meer in gelijke mate vertegenwoordigd zijn. Zo niet dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn. En ook op belangrijkere, tussen aanhalingstekens, machtigere posities zitten. Ja. Dus er is helemaal, inderdaad cultureel gezien, is er eigenlijk op dat vlak niets aan de hand. En toch zijn we nu nog steeds, nou, van de week was er een hilarisch stuk van Maxime Februari nota bene, geboren Marjolein Februari, inmiddels alom geaccepteerd en gerespecteerd als Maxime Februari. Ja. Het is nooit een ding geweest, die transitie. Ja. En hij zegt in een stuk in Vrij Nederland, dat die naar het Literatuurmuseum is gegaan, en dat daar een soort conversation piece hangt nu. Natuurlijk, conversation piece bedoeld om discussie los te maken, maar daar werd eigenlijk, daar werden de schrijvers van nu geportretteerd, en het waren allemaal vrouwen, als een soort van spiegelbeeld van de herenclub van Harry Mulisch. Dus ik wil ook wel zien
en toegeven dat het waarschijnlijk door diegene die dat daar heeft opgehangen bedoeld is om die discussie los te weken. Maar ik heb ook het idee dat het echt zo nu gezien wordt als iets belangrijks. Laten we die discussie voeren van vrouwen in de literatuur. En laten we praten over dat er maar 20 boekenweekgeschenken door vrouwen zijn geschreven en 80 door mannen. En wordt het niet de tijd? En de ACO Literatuurprijs, wordt die niet te vaak gewonnen? Weet je wel, die discussie. En Maxime Vermeulen zegt, er is een hyperfixatie op gender. Ja. Het gaat alleen maar over seksen. Ja. Terwijl... Dat is weer een mooi voorbeeld van een paradox. Ja. En geen tegenstelling. Vertel. Nee, want dit is dus weer... Dus, Maxime, ik heb het stuk niet gelezen, maar wat je erover beschrijft, kan ik me heel goed voorstellen dat juist iemand die zelf transgender is, of misschien wel transseksueel, ik weet niet wat het meest van toepassing is hier. Ik weet het ook ik niet. Ik zou geneigd zijn transseksueel. Maar ik vind het dus eigenlijk geweldig dat we dat niet weten. Juist, dat betekent dus juist, dat we dat... Juist die... Dat die daar wat over zegt, lijkt een tegenstelling. Want je zou denken, die zou bovenop de tafel moeten springen en moeten dansen. Kijk eens wat we allemaal doen. Die voelt zich daar een beetje ongemakkelijk bij. Net zo goed als dat veel homo's en lesbiennes zich langzaam maar zeker ongemakkelijk beginnen te voelen bij het hele LGBTQ verhaal. Terwijl cis-hetero's denken, nou ja, het is toch prima dat daar wat, omdat die niet helemaal voelen welke tegenstellingen verstopt zitten onder dat begrip. Ja. En dat juist omdat het beter wordt, de explosie aan het naderen is. Dat zie je ook aan een woord als microagressie. De echte agressies zijn zo'n beetje op. Dus alle dingen waarvan je zegt, nou dat mag, nou dat is toch echt wel schandalig. Vrouwen mogen de bibliotheek niet in. Ja, dat hebben we opgelost. Wat houden we over? Microagressies die zo klein zijn dat je ze eigenlijk niet zou kunnen waarnemen, of dat degene die een beetje ongevoelig is eigenlijk het helemaal niet merkt, maar waarvan de activisten zeggen, dit is juist een teken hoe erg het is in de samenleving en dat ze microagressies een veel zwaardere betekenis toekennen dan misschien wel echte agressies. En daar zit dus ook weer een, dit noem ik dan weer een paradox, dat hoe kleiner het vergrijp is, hoe zwaarder het je wordt aangerekend. Ja, dat is interessant, want ik zat dat stuk te lezen van Maxime Februari. Ik vond het ook een goed stuk. En ik vind ook, ik heb ook die zomergasten met Maxime Februari gezien. Vond ik ook een hele goede aflevering. En dan zie je dat zijn fascinatie gaat over artificial intelligence of over hoe samenlevingen functioneren en hoe eigenlijk op kleine schaal mensen dat zelf regelen. Dat is heel erg maatschappelijk geëngageerd, maar helemaal niet over die gender kwesties of zo. En dan, ik zou zeggen, het inzicht wat dat ons zou moeten brengen, is dat de echte wens van heel veel activisme is, ja, dus heel veel activisme richt zich op de vraag van ja, maar het is niet eerlijk, want wie geeft jou het recht dat jij daar dat mag? En weet je wel, wat ik net al zei, het Boekenweekgeschenk of de ACO Literatuurprijs, eigenlijk hele onbelangrijke dingen, maar symbolen, waar je dan een claim op wil doen. Maar als je dan daadwerkelijk zo'n, laten we blijven in de beeldspraak blijven, als je dan een Boekenweekgeschenk wil schrijven of een ACO Literatuurprijs wil winnen, dan mag ik toch hopen dat je ook als, tussen aanhalingstekens, minderheid, uiteindelijk gevierd wil worden met een roman die gewoonweg ergens over gaat en niet over zichzelf en het onrecht wat zichzelf is aangedaan. Dus het is zelfreferentieel geworden. En uiteindelijk, je kunt wel 20 jaar lang of 30 jaar lang dus gaan dingen gaan maken die alleen nog maar naar zichzelf verwijzen en het onrecht. Ja. Maar dan zet je eigenlijk gewoon voor dan de ontwikkeling op pauze. Ja. Dan moet je eigenlijk wachten, oké. Dan is bijna je neiging om te zeggen, oké, laat het maar even uit je systeem. Oké, nou heb je je zegje gedaan. En nou gewoon weg de kunstvorm gebruiken waar die voor bedoeld is of zo. Ja, dat is waar ik dan... Nou, wat ik vermoed dat Maxime Februari allerlei schrijvers miste in dat overzicht. Waar hij zich mee identificeerde. Of waar hij zich door liet inspireren. Of waar hij een voorbeeld aan nam. En dat hij dus plotseling bedacht van ja, nu wordt mij ook een deel van mijn eigen wordingsgeschiedenis ontnomen. Al die boeken die ik zo prachtig vond en de schrijvers die ik zo bewonderde, zijn nu allemaal aan de kant geschoven voor een activistisch ideaal. Ja. En hij zal ook eerder dan een cis-hetero de vrijheid voelen, of misschien niet eens de vrijheid, maar de noodzaak voelen om te zeggen, maar dit klopt niet. Dit deugt gewoon niet. En het is ook degene waar je dan wel naar luistert. Weet je, als ik het zeg, dan is het zo van, ja, maar
Ja. Dat zit je te lullen. En dat is natuurlijk weer. En daar zit weer het grote probleem in. Dat, dus dat dit hele idee, dat de DEI, en dat maakt dan weer deel uit van een groter geheel. En sommige mensen noemen dat woke. En andere mensen zeggen dat. Maar kan je maar beter vermijden. Maar ik gebruik het wel graag. Dat woke ervan uitgaat dat alleen maar bepaalde groepen het recht hebben om zich over zaken uit te spreken. En wat een fundamenteel anti-rechtsstatelijk begrip is. Dat je alleen maar als je een paspoort officieel gekregen hebt van je hoort tot deze gemeenschap, dan mag je daar wat van vinden. Dus van Maxime Februari zou accepteren we het als een cis-hetero schrijver zou zeggen, waar zijn de mannen? Dan zou die onmiddellijk bij kop en kont het pand worden uitgegooid. En dat idee dat je alleen maar als je officieel stempeltje hebt, jij hoort tot deze groep, jij mag er wat over zeggen, dat is een vrij diep geworteld idee geworden, wat we met wortel en tak moeten vernietigen, wat mij betreft. Ja. Dus de dood in de pot, niet alleen voor de kunsten, het is ook de dood in de pot voor de wetenschap, en het is de dood in de pot voor de democratie. En daar moeten we gewoon echt van af, en dat moeten we gewoon niet accepteren. Ja, het is interessant, want ik moet nu weer denken aan dat je ook volgens mij op het podium zei, of na afloop, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, je zei op die middag in Groningen dat het inmiddels een miljardenindustrie is geworden. Ja. DEI. Ja. En dus nu zie ik in één keer al die mensen die garen spinnen bij deze verwarring. Terwijl dat verkocht wordt als iets wat minderheden willen of lijken te willen of schijnen te willen. Ja. Terwijl afgevaardigden van die daadwerkelijke subgroepen zelf zeggen van, Nee, dat is interessant. Het zijn geen afgevaardigden. Het zijn representanten. Het is heel wat anders. Het is geen vertegenwoordiging. Het gaat over representatie. Kijk, het wordt heel vaak dat die verwarring ontstaat heel gauw als mensen het hebben over representatie. Van dat, dus die mensen spreken namens een groep. Maar het is niet waar, want ik ben als homo nooit gevraagd wat ik vind van LGBTQ-vraagstukken. Het staat voor een idee. Een activistische opvatting over wat er zou moeten zijn. En dan word je gerekend tot die groep. En de representatie is niet, hey, er is een stemming geweest en 70% vindt dat. Dus dit is nu onze mening. Nee, wij staan voor een bepaalde opvatting. En dat is representatie. Ik denk niet dat Maxime Februari zichzelf ziet als een representant. Maxime Februari ziet zichzelf als een schrijver die nadenkt over onderwerpen en als individu. Ik vul het een beetje voor hem in, maar ik denk dat hij dat denkt van ik ben gewoon mijn eigen persoon en ik ben geen afgevaardigde en ik ben ook geen representant. Ik ben mijzelf. Ik begrijp ineens helemaal wat je bedoelt. Ik gebruik zelf heel vaak het voorbeeld, als ik zelf grip wil krijgen hierop, gebruik ik heel vaak het voorbeeld van Woody Allen en Philip Roth in New York, in die kunstenaarscene. Dat hun kunstenaarschap eigenlijk gaat over hoe kan ik een individu zijn in deze cosmopolitische wereldstad, in een van de belangrijkste tijdruimten van de westerse geschiedenis. Ja. Hè? Hoe kan ik hier een individu en een kunstenaar zijn en een artistiek leven leiden in de schaduw van de horror van de 20e eeuw, de Holocaust. Terwijl ik ook onderdeel ben van de Joodse community. Dus daar gaat voor mijn gevoel Philip Roth over. En daar gaat ook Woody Allen over. Daarom zijn die films en die boeken zo sterk. Omdat ze dat accent op die individualiteit en die sprankeling daarvan, en die ook zo goed weergeven zonder die humor uit het oog, hoe zeg je dat? Ja, zonder humor uit het oog te verliezen, zeg maar. En dus daar zie ik datzelfde van de wereld wil daar die slachtoffer in zien. Ja. En die kunstenaarschap ontstaat juist vanuit dat verwerpen daarvan. Ik durf te veronderstellen dat Maxime Februari zichzelf niet ziet als een afgevaardigde van de LGBTQ-beweging. Maar ik weet heel zeker dat op basis van wat jij nou net zegt, dat de LGBTQ-beweging Maxime Februari niet ziet als afgevaardigde. En dat is, en iets doorgaan op dit punt, mm-hmm, over vertegenwoordiging versus afvaardiging versus representatie. Het viel mij laatst op in een debatje over dit soort van onderwerpen. En dat iemand ook een punt inbracht. Wat kritisch was op het hele LGBTQ verhaal. En dat de tegenstander in dat debat zei van, nou, dat is weer typisch een punt van een hetero.
Ja. Waarop die zei, maar ik ben helemaal geen hetero, want ik ben homo. En de directe reactie was, schaam je. Schaam je dat jij niet je schaart achter de idealen van de LGBTQ-beweging als homo. Met andere woorden, het is niet zo dat, dat je als homo vertegenwoordigd wordt in die beweging. Nee, die beweging vertegenwoordigt jou. En jij behoort tot een bepaalde groep die jou op bepaalde denkbeelden oplegt. Omdat als jij aan die denkbeelden niet voldoet, dan val je daar buiten en moet je je schamen. En het is fundamenteel antidemocratisch. Het ligt feodaal. Het is een soort neo-feodaal systeem waarbij je het niet bepaalde denkbeelden hebt, maar je behoort tot die denkbeelden. Je wordt geacht je te bekeren of te bekennen tot die denkbeelden. Er is een bepaalde baron LGBTQ die het recht heeft op jouw denkbeelden. En als jij tot zijn horigen behoort, dan hoor jij die idealen te ondersteunen. En als je dat niet doet, dan ben je verkeerd bezig. En dat is het verschil tussen vertegenwoordiging, waarbij je van onderop stemt wat je met z'n allen moet vinden, en representatie, waarbij er een bepaald idee is waar je aan zou moeten voegen. Oh ja, dat is interessant. Ik heb het zelf nog nooit gekoppeld aan een feodaal systeem. Maar nu dat ze zegt, denk ik, er zit veel in. En wie is dan die figuur? Ja, wie is de baron LGBTQ? Ja, wie is de baron dat? Ras? Ik bedoel, dat is iets wat geïmpliceerd wordt, toch? Ja, dat weglaten. Dat er ergens een beetje zoals God of zo. Ja, waar we in zitten is in een. Als je veel van die achterliggende ideeën van dit activisme analyseert, zet zich dat af tegen allerlei dingen uit de verlichting. Nou, ik weet dat daar in een vorige bijeenkomst die jij had, in een vorige interview, ging het ook over verlichting, maar net een iets andere betekenis. Het gaat over de rationaliteit. Het gaat over het idee van fundamentele gelijkwaardigheid. Wij zijn allemaal individuen en wij zijn gelijkwaardig. Dus de rechtsstaat en waar die gelijkwaardigheid en de gelijkheid voor de wet een van de ondersteunende elementen is. En de rechtszekerheid, dat je kan vertrouwen op wat er uitkomt. Het gaat over de logica kunnen toepassen om dus beredeneerd op basis van feiten en logica tot bepaalde conclusies te komen. Het gaat over de nazistaat met vaste grenzen. En al deze ideeën staan onder druk van woke. Die staan onder de druk van woke. Het opheffen van de grenzen, het niet meer de gelijkwaardigheid accepteren, maar juist bepaalde groepen rechten geven in plaats van individuen. En daar zit een zeker heimwee in naar de periode van voor de verlichting, en dat was het feodalisme. Dat is, ja. Dat is wat we zien. Een neo-feodaal idee. Ik ben nu ook herfsteden. Bij middeleeuwen heb ik erbij gepakt van Leonard Huizinga. Nee, van de andere Huizinga. Niet Leonard was zijn zoon, maar van Huizinga. Waarin hij ook beschrijft hoe het ofwel fantastisch was of verschrikkelijk. Hè? Als de pesten was of er was een andere ziekte en er waren geen ziekenhuizen of andere dingen, dan was het verschrikkelijk. Maar op andere momenten was het helemaal geweldig. Dus het gaat van het een naar het ander. En je hebt ook daders en slachtoffers. Dus als iemand in ongenade was gevallen, dan werd hij volledig uitgejoeld door een heel volk. En dat op het plein ze was samengedromd en dan werd hij voor het oog van iedereen ook daadwerkelijk opgehangen. En het onthoofde lijk werd dan nog een tijd tentoongesteld. Maar het kon ook zijn dat voordat dat gebeurde, dat iemand zei van, nou ja, nee, zo heel slecht was die graaf nou ook weer niet. En dat dan het hele plein zich voor die graaf uitspreekt. En dan in één keer is alles weer vergeven. We zitten in een tijdperk waarin de behoefte om terug te gaan naar dat feodale idee, waarbij er ook bepaalde graafschappen zijn en hertogdommen zijn die kunnen worden vergeven, waar je privileges aan kan ontlenen. Dat is wat er gebeurt. En het verhaal van DEI, je vroeg naar die miljardenindustrie, 340 miljard volgens bepaalde schattingen die er worden uitgegeven, gaat dus ook over geld wat we uitgeven om bepaalde privileges van bepaalde groepen
toe te kennen. En dat gaat dus ook naar de groep LGBTQ. Het gaat naar de groep antiracisme. Het gaat naar de groep decolonisatie. Het gaat naar van alles en nog wat. Je kan daar ook een zekere parallel trekken met dat feodale stelsel waar je graven had en hertogen die dus recht hadden op de opbrengsten van datgene wat daar wat gemaakt. Dus als jij de graaf was van Brabant of de hertog van Breda, of ik weet niet precies wat, dan mocht je 10% van de oogst. Of je had het molenrecht. Of je had een ander recht dat jou toekwam omdat jij de feodale heer was en dat de horigen daar dan weer bij hoorden. Nou, dat idee zie je bij DEI ook weer terug, dat er eigenlijk ook percentages van wat een bedrijf verdient moeten worden afgedragen aan de graven van DEI, de hertog van de decolonisatie en allerlei andere plekken. En die analogie kan je best ver doortrekken, dat het in alle instituties komt dat terug. He, dus de directeur van de Nederlandse Bank, de Nederlandse Bank als geheel, moet bepalen of je als bankier bij de Rabobank of de ABN Bank of de Triodos Bank geschikt bent om benoemd te worden in die, op die functie. He, met de gedachte is natuurlijk, of die was altijd, dat is een verantwoordelijke positie. Dat gaat over het omgaan met geld en het gaat over vertrouwen wat de burgers hebben in een bank. Dus de Nederlandse Bank als centraal orgaan moet dan bewaken dat echt in goede handen is en dat er geen beunhaas zit die dat in eigen zak stopt. Maar nu zie je dat de Nederlandse Bank ook en misschien wel vooral beoordeelt of jij als nieuwe bankier bij de Rabobank of de ABN Bank of de Triodos Bank wel voldoende oog hebt voor het klimaat. En of jij als bank wel voldoende doet om dat klimaat te helpen. Dus dat jij je afdrachten doet aan het doel van het klimaat. Investeringsmaatschappijen, zoals BlackRock, want het gaat over duizenden miljarden dollars die zij daarin hebben zitten, die hebben hele systemen ontwikkeld om te kunnen bepalen waar gaat het geld naartoe en wordt het wel besteed op een manier die past bij die ESG-doelen, dus alles wat te maken heeft met klimaat en met de ecologie en of je wel de sociale doelen doet. Dus er zitten allemaal ongemerkte afdrachten in. En de pensioenpotten, die worden natuurlijk voor een groot deel via partijen als BlackRock belegd, maar soms ook direct aan deze goede doelen besteed. En dat betekent gewoon dat iedereen die bij het ABP zit en geld heeft betaald in de hoop dat je daarna een goed pensioen hebt, een deel van dat geld wordt gewoon besteed aan die goede doelen van DEI en ESG, zonder dat er ooit een democratisch besluit overgenomen is. Maar het is eigenlijk een feodale manier van dat geld verdelen aan baronnen, hertogen, markgraven, prinsen, koningen en keizers die het recht claimen om bepaalde ideeën te representeren en een deel van dat geld naar zich toe trekken. Dat is wat er gebeurt. Maar daar zit ook wel een deel van de allereerste vraag die je stelde van: gaat de wal het schip keren? Ja. Ja. Niet meteen. En er gaat ook niet zonder schade aan wal en schip. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat die verschillende ideologieën die erin zitten met elkaar in strijd zijn. Langzaam maar zeker wordt ook duidelijk wat de kosten zijn die met dat systeem samenhangen. Er zijn bepaalde tekenen die ook er wel op wijzen dat het ook echt wel niet meer zo goed gaat. Bijvoorbeeld het aantal vermeldingen van DEI en jaarverslagen van bedrijven is met 30% of 40% afgenomen in de afgelopen jaren. Dus het idee van we moeten dit boven alles stellen is aan het afnemen, omdat de consequenties van dit alles toch steeds een beetje duidelijker worden. En op een gegeven moment ook mensen zeggen: hallo, maar wat doe je met mijn pensioengeld? Hallo, wat doe je met mijn aannamebeleid? Waarom zouden wij allemaal mensen moeten aannemen op basis van een vrij dun bewijs over waarom dat goed zou zijn? Ja. Terwijl we kunnen zien dat dat gewoon niet goed is voor je organisatie. Ja, ja, ja. Iemand vertelde mij van de week in de theaterwereld, die zei tegen mij van: ja, er wordt nu een toneelstuk gemaakt. Hij is echt de perfecte persoon om die rol te spelen. En die regisseur die wil dat ook heel graag. En die zei tegen hem van: ja, sorry, maar ik zit eigenlijk al aan mijn quotum voor witte mannen die ik kan casten. Maar uiteindelijk is de spoeling voor er zijn maar een x aantal
niet witte mannen beschikbaar in Nederland. Ja. En dan zijn ze allemaal gecast, weet je wel. Het is voor niet deze, oneindig. Voor dit hij was dan echt zo, zeg maar, op de mbo-theaterscholen in de afstudeerlichtingen nog aan het afstruinen of hij nog iemand kon vinden. Ja. En uiteindelijk kon hij dan iemand uit Israël vinden om te casten of zo. En die was dan voldoende net even licht getint gekleurd om... Ja. Ja, en het is zo... En toen was ik dit weer aan het vertellen tegen iemand anders. En die moest zo hard lachen. Die zei van ja, dus dan heb je eigenlijk al... Het theater heeft eigenlijk al de bezoekers van zich vervreemd. Ja. En dan gaan ze ook nog de kwaliteit weggooien. Dus dan gooi je niet alleen... Dan, ja, wat doe je dan als sector? Dus ja. Maar de hele... theatersector zit op dit moment op deze manier in elkaar. Ja, niet alleen de theatersector, het gaat veel breder. Natuurlijk niet alleen, het voorbeeld vind ik heel mooi, maar dit verschijnsel doet zich op veel meer plekken voor. En dat is natuurlijk deel van mijn antwoord op jouw vraag. Wanneer gaat de wal het schip keren? Er komt een moment waarop ook het niet meer te ontkennen is dat dit leidt tot ongewenste uitkomsten. Ja, en dat is vaak heeft dat dus te maken. Dat vind ik zo interessant. Dus het spreekwoord gaat tegenwoordig go woke, go broke. Yeah. Wat heel grappig is eigenlijk. En ik ben ook zo iemand die niet graag woke als paraplu-term hanteert trouwens. Maar het is wel grappig, vind ik, als spelregel. Dit zie je wel heel vaak terug. En dan gaat het vaak om kwaliteit. Yeah. Dus waar zeg maar, theater, daar gaat niet zoveel geld in om. En er wordt niet zoveel winst gemaakt. Maar als je kijkt naar Hollywood, of als je kijkt met name de game-industrie, daar gaan ook miljoenen, miljarden in om. Om een Hollywood-film te ontwikkelen, dat kost een, weet ik veel, dat kost misschien 20, 40 miljoen. Of om een computerspelletje te ontwikkelen, daar gaat er veel meer geld in om. En dat moet allemaal worden terugverdiend. Yeah. En als je dus op diezelfde manier, zoals die jongen, die vriend van mij, niet gecast wordt. Dus je op dezelfde manier die films of die games gaat ontwikkelen. En je moet wel een soort revenue hebben van 500 miljoen om dat terug te verdienen. En mensen kopen het niet, want ze denken van het is gewoon troep. Ja, maar dat is precies wat er gebeurt. Dat is allemaal weer deel van de wal die het schip keert. Disney heeft in de afgelopen jaren geen film gemaakt die winst maakte. Ja. Want die zitten helemaal vol met DEI. Die hebben heel Star Wars omgevormd tot female-led verhalen. Waarbij, en met allerlei andere constructies die ze verzonnen hebben, dat ze, nou, wat ik in Groningen ook zei, dat ze een televisieserie dan wilden maken, die dan het verhaal van Frozen op de Star Wars manier gaat vertellen. Al die films, en die kosten meer dan enkele tientallen miljarden euro's, die maken gigantisch verlies. Want dat werkt gewoon niet. Dus zo'n film kost tussen de 100 en 250 miljoen euro. En dan komt daar nog weer de kosten bij voor de marketing. Ook weer ook tientallen, zo niet honderden miljarden euro's. Als je dat niet kan terugverdienen bij de kassa in de bioscoop. En als je dat niet terugverdient bij Disney Plus op de televisie. Omdat mensen denken, nou weet je, ik ben echt wel een beetje klaar met al die dingen die ik hier gezien heb. Als je die niet meer terugverdient, dan maakt Disney waanzinnig verlies. Dat kan nu nog, omdat ze degene die de aandelen hebben, zijn die maatschappijen als BlackRock. Die een hele opstelling hebben van wat nou die DEI-doelen moeten zijn, waar ze hun beleggingen op toetsen. Dus zolang Disney dingen doet die binnen dat schema passen, zal BlackRock aarzelen om te zeggen, nou ja, nu is het wel weer een keertje klaar. Daar zit dus natuurlijk wel weer een grens aan. Op enig moment zullen degenen die dan ook BlackRock aanspreken van wat is het rendement wat ik krijg op mijn pensioen-euro's. Maar tot die tijd zal BlackRock vasthouden aan dat DEI-schema. Waarom? Omdat ook heel praktisch en nogal direct de BlackRock de bonussen die ze uitkeren niet meer zijn gekoppeld alleen maar aan het rendement, maar ook aan het realiseren van die doelstellingen, waar ze overigens zelf een methode voor hebben gemaakt om dat te meten. De hoogste baas van BlackRock krijgt gewoon zijn bonussen omdat Disney KUT-films aan het maken is. Zolang de mensen die hun pensioenen ergens hebben gesteld denken van oké, we vinden het allemaal wel best, gaat dit dus door.
Tot het moment dat, ja, maar nu zijn wij gewoon ons pensioengeld aan het betalen voor allerlei doelstellingen aan die baronnen van LGBTQ en de hertogen van de decolonisatie en de bonussen van de directeur van BlackRock. Nu is het wel een keertje genoeg geweest. Ja, wat je nu ook heel erg hebt volgens mij is dat zie ik dus, ik ben het heel erg aan het volgen ook op ground level. En dan zie je dus dat al die, zeg maar, die nerds en die liefhebbers, laten we even Star Wars als voorbeeld noemen, maar er zijn meer voorbeelden natuurlijk. Maar al die, dat zijn gewoon, ja, vanuit de jaren 70 naar nu, dat zijn gewoon echt vaak mensen die van computers houden en die graag binnen zitten, ook als het zomer is. En die, maar die niettemin heel hartstochtelijk zijn, ook vaak over, vooral over de, zeg maar, de lore van zo'n universum. Yeah. Dus dat is eigenlijk, de lore is eigenlijk dus van Star Wars, is eigenlijk dus alles wat het Star Wars universum is, wat niet per se ook in het verhaaltje zit. Yeah. Er zijn hele websites die bijhouden van, yeah, ja, maar Darth Vader, die is wel op zijn 40ste van die planeet naar die planeet gegaan. Yeah. Dat klopt niet met de nieuwe, yeah, Star Wars, die, yeah, enzovoort. Hè. Die weten, er zijn nerds, yeah, die dat allemaal weten, zeg maar. Yeah. En dan krijg je dus die diversiteitsdoelen. En dan krijg je dus inderdaad andere protagonisten. Maar dat, soms gaat dat ook dwars door die lore heen. Dus, yeah, dan krijg je dus dat helemaal wordt opengesneden of opengebroken. En dan krijg je die nerds die gewoon zeggen van, ja, maar dit is niet meer Star Wars. Yeah. En die kopen die games niet meer. Ik leg het even uit met grote stappen snel thuis. Maar niettemin, dit is wel een beetje wat er gebeurt. En de volgende stap is dat dus de mensen die DEI zo belangrijk vinden, dat ze dat willen ophouden, dat ze dat willen hooghouden, yeah, of volhouden, die gaan nu die nerds die spelletjes niet meer kopen, de schuld geven van, ja, dat, dat ze bekrompen zijn. En dan krijg je dus, dat wordt gezegd, dat zijn gewoon racistische, ja, misogyne, ja, vrouwonvriendelijke, dat zijn, ja, transfobe, seksistische, ja. Ja. Dat zeggen Trump-stemmers, ja, en racisten. Ja. En daarom kopen ze die spelletjes, nee, niet meer. Nee. En dat is nu de last resort van, om maar op te houden dat het wel werkt, is dat ze de schuld leggen bij die gewoon, ja, hartstochtelijke liefhebbers van die universa, ja, zeg maar. Hun grootste fans zijn hun grootste vijanden geworden. Ja. Bijna een Star Wars-achtige omkering die zich dan weer voordoet, waarbij dan de grote held uiteindelijk toch de Darth Vader blijkt te zijn, namelijk de fans. Het is weer zo'n tegenstelling. Dat is je kunt het natuurlijk ook gewoon zien als een heel eenvoudig feit dat degene die van Star Wars houden, niet houden van Frozen. Ja. En dat je dus niet moet proberen om dat te incorporeren. Hoe goed dat misschien ook wel past bij jouw idealen. En als je dat wel doet, ja, dan gaan mensen geen kaartjes kopen of een abonnement afsluiten op Disney+. En nou, ik ben wel benieuwd hoe lang het duurt. Dus de gok van een aantal van die bedrijven is, dit is een overgangssituatie. Ze moeten er een beetje aan wennen. We hebben nog een bekrompen fanbase die niet in staat is om die ontwikkeling in het nieuwe tijdperk mee te maken. Maar die sterven vanzelf uit. En er komen vanzelf wel weer nieuwe mensen bij. Nou, dat laatste blijkt nog niet echt het geval. Dus het ziet er niet naar uit dat Disney heel snel films zal gaan uitbrengen waar ze wel winst op maken. Maar ze proberen het zo lang mogelijk vol te houden. En als mijn verwachting enigszins uitkomt, nou, over een paar jaar kunnen we dat gesprek voeren, hoe het zich ontwikkeld heeft, ja, dan gaat het geld er gewoon te hard uitlopen. Want je kunt ook als megabedrijf als Disney niet eindeloos door blijven gaan met verlies maken. Er zal een moment moeten komen waarop je wel publiek vindt voor de producten die je maakt. Dat is dan de wal. En ik denk dat het schip inderdaad zal gaan keren. En ik denk dat want je hebt heel veel voorbeelden nu. Je had een soort reboot van Scooby-Doo. Die is helemaal geflopt. Even kijken hoor. Maar je hebt heel veel van dat soort voorbeelden. Ja, Raiders of the Lost Ark. Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk ook een enorme flop. Scooby-Doo is wel een goed voorbeeld. Want dan is, zeg maar, Velma is een bruin getinte, volgens mij met Indiaas accent meisje geworden. Het gaat de hele tijd over het patriarchaat. En die man, de witte man moet het ontgelden en zo. En waar dan fans over klagen, dat is ook echt, zeg maar, volgens mij is het laagste score ooit op Rotten Tomatoes, zeg maar. Het is echt, yeah, totaal geflopt. De flop kan niet groter zijn. Yeah. En volgens mij is het meer dan review bombing. Het is echt de mensen die, als je daar induikt in die video's, en ik kan eigenlijk heel veel ook Disney films van nu noemen of andere voorbeelden, maar deze is me bijgebleven. Waar heel veel mensen op wijzen is dat er iets onechts zit in de verhaallijnen. En iets onechts in die,
Dus het is meer dan. Dus je kunt zeggen, de mensen moeten er nog aan wennen. Maar ik denk dat mensen er nooit aan gaan wennen. Dat het er, zeg maar, doorheen wordt gedrukt. Yeah. En dus als kunst iets van het leven weergeeft. Ja, dus dan, het is misschien niet eens over echtheid. Het gaat ook over waar voel je je bij thuis. Hè? Want de Scooby-Doo is nou niet per se het meest sprekende voorbeeld van de realistische televisie of film. Maar het is iets waar je bij thuis voelt of waar je in kan verplaatsen. Voor mij persoonlijk is bijvoorbeeld waar ik dat zo'n moment had als wat je nou net beschrijft, was bij Tales of the City. En dat speelt dan in San Francisco in de jaren 70 van de homo-emancipatie en van alles. En dat vond ik fantastisch om te zien. De boeken van Emma Maupin, in de jaren 90 verfilmd, uitgezonden door de VPRO. En dat gaf de vrijheid weer, dat gaf de opwinding weer van wij kunnen allerlei dingen doen die vroeger niet konden, maar wij zijn samen en we hebben. En verhaallijnen zijn niet bepaald realistisch, want ze sporen altijd een beetje. Maar dat gevoel en die sfeer, daar kun je helemaal bij thuis voelen. Daar hebben ze dus ook een remake van gemaakt, niet zo lang geleden. Die is volledig woke. En de eerste 5 minuten kijk ik al van ja, nee, dit is niks. Er zit een hardheid in, er zit een gemeenheid in, er zit een verbeterheid in die mij al meteen afkeert. Nou, dan ben ik natuurlijk niet per se de jonge doelgroep. Ik ben zelfs helemaal niet de jonge doelgroep. Dus ik je zou nog kunnen zeggen, ik ben een mooi voorbeeld van een voorbije tijd, van wat er was. Maar het is ook niet echt direct een nieuwe doelgroep voor te vinden. Nou, wat ik net zei over over de Raiders of the Lost Ark, of de Indiana Jones films. Ja, waar dan eigenlijk ook de hoofdpersoon, die altijd de held was, volledig in de zeik wordt genomen. Ja, daarmee, dat is natuurlijk niet de beste manier om een publiek voor je te winnen. Nou, ik zit er nou over na te denken van eigenlijk is Scooby-Doo wel een goed voorbeeld. Want wat is er mis met gewoon zo'n groepje mensen, waarbij het een beetje raadselachtig is van wat doen ze eigenlijk met elkaar, maar die gewoon een of andere gek mysterie oplossen. Daar zit gewoon iets heel geks, avontuurlijks in, wat toen ik kind was, voor mij tot de verbeelding sprak. Ja. En waarom moet dan in één keer, zeg maar, die hoofdpersoon, de ene donkere getinte huiskleur hebben en het over die onderdrukking hebben. Ja. En moet die man voor het patriarchaat staan en een eikel zijn. En waarom is die zijn vriendin ineens biseksueel en is ze met een andere vrouw samen? Het is een beetje alsof je dan bij Suske en Wiske gaat zeggen van, oh ja, dat in één keer Suske zegt dat ze Wiske wil zijn en Lambieke is trouwens gewoon ook wel een soort van dominante lul. Yeah. En dan ga je ook nog, zeg maar, Jerom zwart maken of zo. En dan in één keer wordt het iets wat ik van, hé, maar dit was toch gewoon Suske en Wiske die in een teletijdmachine naar tijden. Dus er wordt iets van gemaakt. Het wordt eigenlijk gebruikt als iets om die ideologie in te stoppen. En dan denk je van, dan denk je dus niet, ik ga dit kopen en kijken. En dan denk je, ik laat het links liggen en ik ga wel kijken of die oude nog op YouTube staan of zo. En dat is dus wat dan gebeurt. Nou, het is ook zo weinig creatief. Hè? Dus je merkt dat daar hele afdelingen zijn die allemaal ideeën hadden die ze erin gooien. Terwijl er dus niks echt nieuws verzonnen wordt. Hè? Van waarom maak je niet gewoon iets heel nieuws? Dat is denk ik een van de grootste kritiekpunten. En daar ben ik het helemaal mee eens. Het is ongelooflijk. Alles is cliché geworden. Want je hebt dus je pers daar je ideeën in. Zonder een echt nieuw idee te verzinnen. En waar het een van de voorbeelden waar het wel geslaagd is. Is natuurlijk Barbie. Met een verhaal waar echt originele ideeën in zitten. En daar kan je ook nog weer allerlei dingen van vinden. Maar als film is die zeer, zeer geslaagd. Omdat het een heel interessant nieuw concept is. En waarom de grote entertainmentbedrijven niet verder komen dan bestaande concepten te nemen. En die dan helemaal op hun kop te zetten. En daar iets van te maken wat gewoon echt niet werkt. Ja, dat is mij misschien wel eens een raadsel, want ik denk dat ze gewoon geen beter idee hebben. Net zoals je die vergelijking van het feodale systeem,
wat een hele interessante vergelijking is. En toen bedacht ik me dat een van de figuren die als een zo, gezien wordt als zo'n soort van landheer, is Elon Musk. Terwijl Elon Musk nou juist ook weer Twitter heeft gekocht om dat dorpsplein weer terug te krijgen. Ja. En we hadden het ook nog even over na afloop van het event. Dat het zo interessant is, die verschuiving, wat dat sindsdien bij Twitter heeft gedaan. Dus ik dacht, misschien is het interessant om dat ook nog even op tafel te leggen. Ja, nou ja, kijk jij daarna? Elon vind ik een hele interessante figuur. Je hoeft hem niet per se sympathiek te vinden om interessant te vinden wat hij doet. En met Twitter vind ik dat echt wel heel interessant. Omdat het duidelijk was hoe sterk de censuur op Twitter was. Als je erop lette. Er zijn een boel mensen die dat niet hebben gezien. Maar alle ex-moslims die zich op die dat platform gebruikten om hun ongenoegen kenbaar te maken met dat geloof, werden er van afgegooid. En terwijl ze eigenlijk niks zeiden waarvan je nou kan zeggen dat is ongepast. Je kan het hartstochtelijk mee oneens zijn, maar het was hun verhaal van ik was als omdat ik tot de conclusie kwam dat Allah niet bestond, of omdat Allah toch geen goede God is, ben ik van het geloof afgestapt en ik ben door mijn familie en door vrienden ben ik verketterd, letterlijk en figuurlijk, en ik ben op allerlei plekken verstoten en ik verzet me daartegen en maar ik blijf bij mijn standpunt en ik vind dat jullie dit moeten weten. Die zijn onder Jack Welch en in de oude cultuur allemaal aan de kant geschoven en voor een aantal anderen geldt dat ook. Nou is het niet zo dat Elon Musk alleen maar het vrije woord nastreeft. Want als het hem zelf niet zint, dan heeft hij ook wel de neiging om dan in te grijpen. Dat is, hè, dus je hoeft ook Elon Musk helemaal niet te verdedigen. Maar dat hij dat daaruit heeft gehaald en op sommige plekken meer ruimte heeft gemaakt dan op andere plekken misschien iets minder. Dat is wel een interessant verschijnsel. En ik vind ook dat dat zo moet blijven. En daarom ben ik ook ongelooflijk boos op onze staatssecretaris digitale zaken, die dan ook tussen neus en lippen door dan een keertje zegt van nou, daar moeten we misschien wel van af, hè, als ze niet beter gaan censureren. Of, ze zegt natuurlijk niet zo. Ze zegt dan, als wij niet beter in staat zijn om de haat te verwijderen van dit podium, dan moet dat ook gevolgen hebben voor platforms. En dan denkt ze daarbij X, zoals dat nou heet. Ongelooflijk arrogant. Waar bemoei je je mee? He, natuurlijk is dat ook iets wat ze moet doen, omdat dat een deel is van de richtlijn die de EU heeft aangenomen. De Digital Services Act. Dat is een censuurwet. Indirecte censuur, maar wel censuur. En indirecte censuur is nog erger dan directe censuur. En dat hebben veel mensen niet door. Directe censuur wil zeggen dat er dus mensen zijn die door de overheid worden betaald en ook door de overheid worden gecontroleerd over wat je wil en wat je niet mag zeggen. Maar op zijn minst kan je daar nog tegen in beroep gaan. Publiekrechtelijk. En wat de Digital Services Act doet, is tegen die bedrijven zeggen, als jullie content plaatsen die fake is, die hatelijk is, dan gaan wij maatregelen nemen en de consequenties kunnen zijn dat jij niet meer in de EU toegestaan bent. Dus dan is het bedrijf in Europa gewoon helemaal weg. En dat is erger dan directe censuur, omdat bedrijven dan altijd een stukje strenger zullen zijn dan nodig is, omdat ze altijd een veiligheidsmarge moeten aanhouden om het risico te vermijden dat je dus van helemaal verboden wordt in Europa. Net zo goed als dat je natuurlijk als je in de auto rijdt en je denkt van, oh, hier tegen deze boom zou ik wel eens aan kunnen rijden, dan maak je een extra grote bocht eromheen. Ja. En er zijn geen publiekrechtelijke middelen om je daartegen te verweren. Als je van Twitter wordt verwijderd, kan je niet naar een rechter stappen en zeggen, ik vind dat ik niks geks gezegd heb en dat ik gewoon zou moeten kunnen blijven. Dan zal een rechter zeggen, ja, dit is het beleid van Twitter of naar X of van Facebook of van Instagram. En je hebt geen recht om op dat podium te zitten per definitie. Dus ja, daar kun je niet publiekrechtelijk tegen verweren. En het idee dus dat ook een bewindspersoon van het kabinet, hè, wat met mijn belastinggeld wordt betaald, zegt van ja, we moeten daar misschien wel vanaf. Ja. Zo neem je erop. Dus nu, dus net toen we het hadden over om maar weer naar de centrale metafoor te gaan van de wal die het schip gaat keren. Als we dus helemaal in die DEI duiken en naar al die tegenstellingen en paradoxen kijken. En vooral het geld wat ermee gemoeid is. En dan naar de investeerders en tot aan de aandeelhouders en de groot aandeelhouders en zo. Dan
denk ik wel van, oh ja, inderdaad, het kan niet anders dan dat de wal het schip keert. Maar op het moment dat je dit zegt, dan kan ik ook wel weer schrikken en denken van, oh ja, dit is de andere kant. Zeg maar, de overheidscontrole of overheidsdruk kan het ook weer de andere kant op. Nee, want de problemen toch? Zijn heel erg groot. Hè? We hebben in Nederland en Vlaanderen hebben we nog maar twee kranten over. De een heet DPG en de andere heet Mediahuis. Ja. En dan hebben we nog een beetje Financieel Dagblad en nog een heel klein beetje andere dingen. Maar alle kranten in Nederland en Vlaanderen worden gemaakt in Antwerpen. En een beetje natuurlijk, we hebben het natuurlijk ook en dat zie je dus ook weer terug. De Telegraaf had daar een mooi stukje over. Dan dat iedereen ook deze week de transfobe J.K. Rowling herhaalt. Ja. Hè? Ja. Dat is gewoon de ene krant die het enige standpunt propageert. Ja. En zelfs columnisten die dus niet zien dat ze in die onvrije structuur afgerekend worden door hun eigen peer group. Ja. Zo zie ik het, hè. Die, laten we zeggen, die... hoe heet ze ook weer? Emma Curvers en Eva Peek, die dan deze week allebei een column hebben. Ja. Waarbij ze allebei dat idee herhalen, de transfoob J.K. Rowling. Ja. Dan denk ik van, oh ja, dus zij hebben het gevoel, ik ben een columnist, ik mag zeggen wat ik wil. En toch zeggen ze dat ene wat het instituut wil horen. Ja. Dat is natuurlijk omdat zij ook een eigen subcultuur hebben. Ja. Waarbij zij sociaal... aanzien verliezen als ze iets anders zeggen. Ja. En volgens mij de column van Eva Peek, de strekking was ook, eerst vond ik dat, maar inmiddels vind ik dit. Wat heb ik een gekke mening gehad? Nu vind ik dit. Ja, en dus we moeten ook even... Ik zou zeggen systemisch. Ja, dat zie je eigenlijk heel goed hoe dat werkt, toch? We hebben in Nederland en Vlaanderen twee kranten. Ja. We hebben in Nederland één publieke omroep. Ja, we zeggen nog steeds dat die pluriform is, maar het is natuurlijk maar één publieke omroep, want we hebben de NPO die het geld toedeelt en ook zorgt, die natuurlijk op let dat er één tone of voice is, één bepaalde gedachte. En daar, die hoeft echt geen wappie te zijn om te zien dat die tamelijk eenzijdig is. Ja. Let op de berichten over Trump. Nou, daar heb je het ook al wel eens vaker over gehad. En nu kan ik de neiging niet onderdrukken om te zeggen, zelfs als je niet voor Trump bent, kan je zien dat hij niet op de juiste manier wordt behandeld. Want systematisch worden uitspraken die hij doet, die waar je al van alles tegen kan hebben, nog weer verder aangescherpt, zodanig dat je daar echt alleen maar boos over kan worden. Er is een two-sides uitspraak, waarbij die wordt uitgelegd alsof die antisemieten en jodenhaters en gewelddadigen steunde, ging echt ergens anders over. En zo had hij de uitspraak liever niet kunnen doen of helemaal niet moeten doen. Maar de inperking van deze quote als een bewijs dat hij dus voor fascisten is, is gewoon echt een onvolledige, onzuivere benadering van zijn standpunten. Je hebt het over de wal die het schip keert en gaat het ook daadwerkelijk gebeuren? Waarvan ik denk, nou, ik denk dat de wal het schip gaat keren, maar dat kan niet zonder schade aan het schip en aan de wal. En hoe groot die schade wordt, moeten we nog wel even zien. Want het zit hem echt wel vrij diep ondertussen in onze samenleving. Met twee kranten die we nog maar hebben. Één publieke omroep die we nog maar hebben. De druk om alle dissidentenmedia dan ook maar te verbieden. Dan ook maar te gaan verbieden. Dus als Elon Musk niet wil toegeven aan de druk van de EU om hate speech te verwijderen. En onder hate speech worden eigenlijk veel meer dingen verstaan dan je in eerste instantie zou denken. Dan is zijn bedrijf in Europa in gevaar. Dat is een donkere wolk die wel boven onze samenleving hangt. En waar we ons tegen moeten uitspreken. En waar we ook een morele plicht hebben om daar wat mee te doen. De optimistische tekenen zijn er. Dat de grote middengroep in dit land langzaam maar zeker denkt van, maar hallo zeg, dit gaan we toch niet zomaar accepteren. Nou, de 7 oktober is daar natuurlijk ook wel weer een voorbeeld van. Dat er een boel mensen zijn die zeggen van, maar je kunt natuurlijk niet zo'n barbaarse aanval alleen maar vergoeilijken. Ook al vind je dat het Palestijnse volk beter zou moeten worden behandeld, dan nog is dat geen reden om zo'n enorme aanslag te verdoezelen of te vergoeilijken of goed te praten.
En dat ja, mensen ook hun vrijheid nemen om wel over bepaalde onderwerpen door te praten. En zich niet de mond te laten snoeren onder het mom van ja, maar dat is transfoob, dat is islamofoob, dat is witte suprematie gedachte. En dat je gewoon een fatsoenlijk gesprek kan voeren waarin je het best ook bij het verkeerde eind kan hebben, maar waarbij zelfs als je het bij het verkeerde eind hebt, misschien ook wel een nuttige bijdrage kan leveren aan het debat. Ik heb het idee dat zowel de stemmen op de boerenburgerbeweging als Nieuw Sociaal Contract als de PVV allemaal voor een heel groot deel stemmen zijn op iets wat niet is zoals we dat de afgelopen 20 of 30 jaar hebben gedaan in Nederland met politiek. Dus het is een anti-stem of een tegenstem, ja. En niet dit. Dus dat vind ik dezelfde. Dat vind ik hetzelfde verlangen uitspreken om eigenlijk om het schip een andere koers te laten varen. Ja. En dat vond ik heel interessant. Ik weet dat ik het met verschillende mensen over had. En een van de dingen die me net te binnen schoten, we aan het praten waren over de al deze onderwerpen, het idealisme. Een van de dingen waar ik het meest om moest lachen ook, en wat ik heel scherp vond, was dat van hoe kan het toch dat de progressieve linkse partijen niet meer datzelfde electoraat kunnen aanspreken. Zodat mensen nu maar gewoon van ellende vaak op een van die drie andere stemmen, die tegenstemmen, gaan hun stem landen. En het antwoord wat iemand mij gaf was van ja, maar heel veel van die dingen waarvoor gestreden wordt, die dat zijn helemaal geen dingen. Dat zijn gewoon, dat zei net ook al. Mensen zijn in Nederland doorgaans helemaal niet zo onwelwillend jegens transgender mensen. Of jegens mensen met een andere huidskleur. Of jegens mensen met een andere geaardheid. Of vrouwen mogen naar de bibliotheek, zoals we net zeiden. Hè? Maar waar links helemaal niet voor strijdt, zijn gewoon de daadwerkelijke zorgen die er zijn. Yeah. Dus daar zie je ook, vind ik, in de politieke verdeling ook heel sterk dat verlangen om een soort van, om bezig te gaan met thema's die daadwerkelijk spelen. Yeah. En niet je blind te staren op modieuze thema's, tendensen of spoken of dingen die er helemaal niet zijn. Ja, want kijk, het niet ingaan op het echte probleem is natuurlijk één van. En je concentreren op verzonnen problemen. He, dus deze week nog een filmpje gezien van Poilievre, de oppositieleider in Canada. Van de conservatieven, die natuurlijk nu ondertussen de wind in de zeilen heeft, omdat mensen een beetje uitgekeken zijn op Trudeau. Ja. Die kreeg dus de vraag van, wat zegt u ervan dat deskundigen zeggen dat transgenders niet meer welkom zijn in Canada, nu u in uw verkiezingsprogramma heeft gezet dat ze niet in de vrouwelijke kleedkamers mogen komen. Oh ja. En dat je denkt van, hoezo denk je dat als transgenders niet in vrouwelijke kleedkamers mogen komen, dat ze dan niet welkom zijn in Canada? En welke deskundigen zeggen dit dan? En nou, dat was ook de vraag die hij dan drie keer herhaalde. En het was natuurlijk een filmpje geknipt door de conservatieve partij. Dus hij kwam natuurlijk ook heel goed vanaf. Dan zie je dat die interviewer van de Canadese publieke televisie drie keer de vraag krijgt van, nou maar wie zijn dan die deskundigen die dat zeggen? En hij zegt, ja, ik weet het niet. Dus die staat enorm te stamelen en dan houdt het filmpje ook op. Maar de verzonnen problemen van als de PVV in de regering komt, dan mogen niet alleen alle transgenders en natuurlijk al alle moslims moeten het land uit. En homoseksualiteit kan ook niet meer. En Geert Wilders staat op de foto met Orbán, dus dat is ook al een fascist. Dus op het moment dat Wilders in de regering komt, dan stort de hele samenleving in. En dat is een verzonnen probleem. Ja. Dat is een verzonnen, ook als je hartstochtelijk tegen een aantal denkbeelden van Wilders bent, is dat gewoon echt een volstrekte hysterische overdrijving. Ja, alleen al om het feit dat wat er ook besloten wordt op beleidsniveau, het zal altijd 4 à 8, zo niet 12 jaar duren voordat het implementeert in de samenleving. Ja. Dus er is geen apocalyps. Er zijn gewoon in de verdeling van inmiddels misschien wel 20 partijen in hun getouwtrek, zal het een heel klein beetje iets anders
En natuurlijk zal het zal misschien ook wel een grote verandering teweeg brengen. En op sommige punten denk ik ook dat die grote verandering nodig is. Maar wat mij dan zo stoort is als leiders van de linkse partijen zeggen, kijk eens wat voor apocalyps ons te wachten staat als de PVV aan de macht komt. En daar zit het probleem. En ze dus niet in de gaten hebben wat binnen de eigen gelederen, binnen de eigen partij aan antidemocratische en antirechtstatelijke ideeën leven. Ja, en dat is inderdaad, dat is wat je ook al zag bij Clinton, bij Hillary Clinton en Donald Trump. Dat je kunt niet winnen door te zeggen dat de ander kut is. Zeg maar, dat is geen goed argument. Ja. Kies mij, want hij is kut. Ja. Dat is geen goed argument. Je moet het wezen van de problemen begrijpen. En bij Trump was dat volgens mij heel helder. Dat ik, nadat hij werd verkozen, kon je dat in allerlei longreads lezen. Dat mensen in bepaalde dorpen en steden leven. Waarbij Walmart had alles, had alle kleine ondernemers weggeconcurreerd. Ja. En er was niet eens meer een ziekenhuis. Er was geen school of geen universiteit meer in de omgeving. En in die wereld gaan mensen denken van oké, maar waarom zou ik me bekommeren om de transgender toiletten in de hoofdstad als ik heel concreet gewoon dit, als dit mijn dagelijkse realiteit geworden is. Ja. En dan kun je wel als Clinton, als Hillary Clinton gaan zeggen van ja, maar dat zijn gewoon basket of deplorables. Maar dan krijg je gewoon niet die stem. Daar wordt het niet beter van. En dat is zie je nu gewoon. Nu zie je eigenlijk diezelfde herhaling hier. Heel veel PVV-stemmers, is mijn indruk, hebben een beetje diezelfde worsteling. Van oké, mijn hele concrete dagdagelijkse problemen worden niet geadresseerd. Ja. Ik moet ineens heel veel geld betalen voor dingen die gewoon voor mij, naar mijn idee, basisbehoeften zouden moeten zijn. Ik word gestigmatiseerd, weet je wel, om allerlei redenen. En in die discussie, dan krijg je gewoon hetzelfde als met die DEI-discussie. Dan denken mensen gewoon van, nou, dan ga ik daar niet mijn stem op landen. Ja. En dan zul je aan de slag moeten met een intrinsiek argument voor wat jouw visie is voor jouw wereld. En niet je visie vertellen van hoe kut het andere is. Ja, en je moet ook je bewust zijn van de dingen die er gebeuren aan je eigen kant. Die voor mensen die hun ogen open hebben ook gewoon heel zichtbaar zijn. Dus als dus in de strijd in Amerika tussen Trump en Biden, dat gaat natuurlijk de tweestrijd worden. Dan kan je erop wijzen op alle verschrikkelijke dingen die Trump gezegd heeft. En dan kan je het ook nog eens een keertje weer heel erg aanzetten. En kan je die stukjes die hij gezegd heeft zo afsnijden dat het lijkt alsof hij het heeft over een bloodbath om de mensen. Terwijl hij het had over een bloodbath van de economie. Ja, maar dat vind ik echt een heel. En dan kan je dus ook zeggen van het is echt een fascist, zie je wel, want hij roept op om te gaan moorden als hij verliest. Maar als je niet ook tegelijkertijd aandacht hebt voor, en in het Amerikaanse voorbeeld zit dan Ilhan Omar, het is een van de democraten. Ik geloof dat ze uit Eritrea, of haar familie uit Eritrea komt, die dan in de taal van haar ouders een toespraak houdt en zegt van maar, ik ben voor jullie belangen, van de Eritreërs. En ik ben, en we zullen die belangen ook in Amerika overeind houden. En we zullen die gedachten overeind houden. En dat dan stemmen in het midden, mensen in het midden of aan de rechterkant van het spectrum denken van hallo, maar dat zijn niet de waarden die ik wil hebben in, ik wil niet dat ons land Eritrea wordt. Ik wil niet dat ons land wordt zoals een. Ik wil niet dat dit een dictatuur wordt van een bepaalde religie. Dat wil ik gewoon niet. En als iedere keer dat Timmermans het heeft over, maar de rechtsstaat is in gevaar, dan denk ik, man, kijk eens even om je heen. Wat voor dingen er gezegd worden. Niet alleen door mensen met de religieuze opvattingen die hele zware implicaties hebben voor hun ideologie, maar ook door wokisten. Die opvattingen hebben die direct in tegenspraak zijn met de basisbeginselen van onze rechtsstaat. Die het idee van rechtsgelijkheid aan de kant willen gooien. Die het idee van vrijheid van meningsuiting niet willen accepteren. Die het recht op vergadering willen ontzeggen om mensen te verzamelen die hetzelfde vinden. Omdat die denken dat dat beledigend is, want dat is in strijd met bepaalde, met de ideeën over slachtofferschap en daderschap. Kijk om je heen en iedere keer als jij zegt, maar de rechtsstaat is in gevaar, dan denk ik, kijk naar je eigen. Kijk naar je eigen partij wat daar gebeurt. En doe nou niet net alsof de enige gevaren aan die andere kant van het spectrum zitten en maak daar nou niet een enorm verhaal van. En
Ja, dat is ook een boodschap die ik heel graag aan het Amsterdamse college wil geven. Die zich de dag na de verkiezingen erover uitsprak. Wij willen niet gaan samenwerken, of dat zei wethouder Marjolein Moorman. Wij willen niet samenwerken met een PVV-minister op onderwijs. Pardon? Pardon? En gisteren retweette, of reposte Marjolein Moorman een column uit de Trouw. Die de strekking had, PVV, de PVV-stemmers willen geen politiek bedrijven, maar ze willen stammenstrijd. Dat ik ook denk van waar haal je het vandaan om te interpreteren wat andere mensen willen? En dan in hetzelfde artikel ook nog weer de PVV-stemmers de troepen van Wilders noemen. Dus het bewust opzoeken van een oorlogsmetafoor om je tegenstanders te beschrijven. Ja. Hoe haal je het in je hoofd? En hoe haal je het in je hoofd als wethouder van een grote stad om dat soort van vijandsbeelden rond te strooien en dan ook nog trots te verkondigen dat je voor de verbinding bent? Hoe haal je het in je hoofd? Ja, het is heel bizar. En van de week las ik een artikel dat jongeren, dat zeggen tieners, dus eigenlijk opschuiven naar gewoon rechtsconservatief. Ja. En dat Baudet en Wilders doen het heel goed bij tieners. En dan vragen mensen zich af van, ja, dat las ik in de Groene Amsterdammer. Ja, ik zal de kop even voorlezen, maar ik moest zo lachen. Waar komen die conservatieve denkbeelden toch vandaan? Ja. De jongeren van nu zijn anders dan voorgaande generaties. Ja. Minder vrij. Ze houden elkaar via het internet nauwlettend in de gaten. Worden verleid door traditionele ideeën over man en vrouw. In de afgelopen maanden zijn maar liefst 3 grote internationale studies verschenen over de politieke en ideologische voorkeuren van de jongste stemgerechtigden, met steeds dezelfde voorzichtige conclusie. Voor het eerst in de geschiedenis trapt deze nieuwe generatie op de progressieve rem. Conservatieve waarden zouden het overnemen binnen generatie Z. En bovendien zouden jongeren twijfelen aan de waarden van de democratische rechtsstaat. Het is een wereldwijd fenomeen. Van Zuid-Korea tot West-Europa en Noord-Amerika grijpen jongeren naar religie, zeggen vooral jongeren dat het feminisme te ver is gegaan en worden LHBTQI+ rechten in twijfel getrokken. Waar komt dit nieuwe conservatisme vandaan? Ja, dat is de introductie. Ja. Ja. Zo, ja. Van, heb je niet op zitten letten? Nee. Denk ik dat het nee, is. Waar komt dit vandaan? Maar ik bedoel, is het dan zo echt dat je alleen maar aan het zenden bent en niet aan het luisteren? Of ik bedoel, wat is er mis met de feedback loop? Het wordt de hele tijd gezegd waar dat vandaan komt. Ja, er zit een zekere bubbel. Het probleem zit daar natuurlijk in. Ik heb ook dat is iets wat ik binnen de gemeente Amsterdam heel erg zie. Die woede die er is, die voor een deel heel terecht is, die ik ook heel goed snap, maar die zo hoog oploopt en waarbij mensen die elkaar de hele dag tegenkomen zitten op te naaien om daar nog weer verder in te gaan. Die precies veroorzaakt wat ze proberen te bestrijden. En dat is het verdrietige. Ik ken wethouder Moorman een beetje ook uit de tijd dat ik voorzitter was van MKB Amsterdam. En dat we samen een artikel hebben geschreven over het belang van voorschoolse opvang en vroege scholing. Omdat kinderen die in achterstandssituaties worden geboren, die lopen een onderwijsachterstand op al op hun 4e jaar. En dat is een achterstand die je de rest van je leven kan meeslepen. En vanuit mijn rol als vanuit de werkgeverkant, van de kleine werkgevers, gaat natuurlijk heel veel talent verloren als kinderen die achterstand oplopen en niet meer kunnen inhalen. En dat je dus niet moet wachten totdat die achterstand zo groot is dat die onvermijdelijk is geworden, maar dat je daar in het begin bij moet zijn. En daar vonden wij elkaar 1-op-1. Dus ook vanuit een werkgeversbelang wil je dat je toekomstige medewerkers alle kansen hebben gekregen en zich kunnen ontwikkelen. Dus ik wil niks liever dan hand in hand staan om dat te gaan bereiken. Het enige wat er nu gebeurt is dat ik denk van hallo, maar ik voel steeds sterker de neiging om te roepen, hier is de wal, daar is het schip, we hebben nog 1 millimeter over. Zou je niet heel snel een klein beetje de andere kant op gaan? En dan mijn grootste angst is dat ik dan over een jaar of over 2 jaar, over 5 jaar aan de andere kant van de, aan de andere wal ga staan om precies hetzelfde te roepen, maar dan van hallo. Nu hebben we over ons afgeroepen dat we dus ongelooflijk
radicalen en van de rechterkant zullen krijgen. Omdat die dus zich ondertussen niet meer laten corrigeren door iemand die zegt van hey, dit is misschien wel een beetje extreem. En in dat opzicht denk ik dat de tijden waar we nou in leven veel meer lijken op de jaren 30, hè, waar vaak naar verwezen wordt, maar veel meer dan de mensen die dat zeggen zich realiseren. Ja. Maar anders dan de meeste mensen die dat zeggen zich realiseren, omdat de jaren 30 was natuurlijk een kolkende massa van linksextremisme, rechtsextremisme, van trotskisten, leninisten, anarchisten, fascisten, nazi's, die niet geheel toevallig als merknaam een term uit de linkerhelft van het politieke spectrum kozen, omdat ze zich daar ook mee vereenzelvigen wilden. En uit die enorme brei ontstond uiteindelijk de dictatuur van de nazi's. En de oplossing daarvoor is dus niet om te zeggen van nou ja, iedereen die iets anders roept dan wat wij vinden is een fascist en die moeten we tegen de rechtsstaat en die moeten we zoveel mogelijk te buiten houden. En de oplossing is dat we gewoon het gesprek voeren en dat we ideeën liefst zo rustig mogelijk en zo taboeloos mogelijk met elkaar kunnen bespreken om tot oplossingen te komen die daadwerkelijk werken. Hebben we alles, hebben we overzicht gekregen vandaag? Hoe kunnen we dit nou in godsnaam bij elkaar vegen? Nou ja, maar er zit natuurlijk best wel... Kun je even voor mij samenvatten? Het heeft te maken met de vrijheid die je voelt, die dus ingeperkt wordt door hele sterke activistische groepen. Die niet alleen hun eigen gelijk claimen, maar ook claimen dat iedereen die iets zegt waar zij het niet mee eens zijn, buiten de orde moet worden geplaatst. En dat brengt een enorme reactie teweeg op den duur. En dat kan heel veel schade gaan berokkenen, maar het kan ook wel betekenen dat er een gezonde tegenreactie komt. En het is onze dure plicht om ervoor te zorgen dat die tegenreactie gezond is en ook daadwerkelijk tot iets productiefs leidt. Want als we dat niet doen, krijgen we een reactie die buitengewoon ongezond is en echt een enorm probleem veroorzaakt. Dus daarom vind ik dat wij de dure plicht hebben om dat debat aan te gaan. Ook al word je daarom verketterd. Ook al krijg je daardoor problemen op je werk. Ook al kunnen vrienden daarvan zeggen van wat doe je nou. Maar het gezonde debat aangaan waarbij je op een rustige manier... dan moet ik mezelf toespreken. Want soms, ik heb een vrij cholerisch temperament. Dus ik heb de neiging om het allemaal net een beetje aan te zetten. Maar ik sta te roepen, jongens, verketter de ander niet per definitie. Want daarmee veroorzaak je het probleem dat je probeert op te lossen. Ja, volgens mij, als ik jou zo hoor en als ik eigenlijk alles samenveeg wat je vandaag hebt gezegd, dan denk ik dat je dat in het kort op deze manier kan worden samengevat. De wal zal het schip keren, dus... Dus laten we daarop anticiperen en laten we nu alvast aan het roer bijsturen, zodat want zodra die de wal en het schip elkaar raken, zal er beschadiging komen, zowel aan de wal als aan het schip. Ja. Maar als we dat voor zijn en als we dat net even zeg maar op zo'n Suezkanaalachtige manier bijsturen, dan kunnen we misschien wel die schade beperken, misschien wel deels ze niet zo mogelijk helemaal voorkomen. Yep. En we kunnen zelfs invloed uitoefenen of we dan anders misschien... In het andere geval gaan we sowieso naar de overkant ook weer butsen. Yep. Maar als we er op tijd bij zijn, kunnen we misschien gewoon in het midden van dat kanaal krijgen. En dat zal uiteindelijk in ons allerbelang zijn. Dat is wat ik jou wil zeggen. Klopt dat? Ja. We moeten ervoor zorgen dat we niet de linkerkant van de wal raken en ook niet de rechterkant. Ja, mooi. Ik denk dat we daarmee ook heel mooi weer common ground gevonden hebben. Daar hadden we het eigenlijk in Groningen ook over. Dat er heel veel overlap was en hoe we hiernaar kijken. Ik vond het een heel groot, met heel veel plezier en genoeg heb ik naar je paraphrase van het cultureel maatschappelijke landschap geluisterd. En hartstochtelijk meegediscussieerd. Dus ja, mijn dank is heel groot. Heel erg bedankt. Ik weet niet of je zelf nog iets op tafel wil leggen. Ik kan me alleen maar aansluiten bij wat jij zegt. Dus ik vond het ook hartstikke interessant.
Nee, dus, waar jij toe uitnodigt, en daar laat ik me ook heel graag toe uitnodigen om een beetje enthousiast door te vertellen en het nog net een beetje aan te zetten ook. Dus nog een beetje harder te formuleren dan ik het anders zou doen. Maar ook dat is denk ik toch nu wel nodig. Dit is weer een paradox. Om de gematigdheid te bereiken moeten we nu af en toe een klein beetje fel zijn.